Geachte aanwezigen, mijn horloge begint te trillen en dat betekent dat het 2 uur is. Mijn naam is Wim Anuhutu en ik heb het voorrecht en genoegen om uw gast hier te zijn. Ook u die meekijkt via de livestream van harte welkom bij de 11e Indië-lezing met als thema, en u ziet het hier geprojecteerd op het scherm, Dekolonisatieoorlog in de actualiteit. De Indië-lezing is een samenwerkingsverband tussen het 4 en 5 mei comité Amsterdam Zuidoost. U ziet hier de mooie banner staan en het Indisch herinneringscentrum. Later heb ik nog wat praktische mededeling, maar ik ben in ieder geval heel blij, en we zijn denk ik allemaal blij, dat het nu weer mogelijk is om met zoveel mensen echt ook fysiek, persoonlijk bij elkaar te komen. En omwille van het programma, want we hebben een vol programma met ontzettend interessante sprekers. U krijgt ook nog de gelegenheid om vragen te stellen straks. Ik zal u dat allemaal aan de hand van een spoorboekje wat is gemaakt uitleggen. Maar als eerste zou ik heel graag het woord willen geven aan een van de partners, en dat is het Indisch Herinneringscentrum. En daarvoor wil ik graag uitnodigen de directeur van het IHC, Yvonne van Genuchten. Yvonne, graag. Dank je, Wim. Goedemiddag, dames en heren. Nou, ik val misschien een klein beetje in herhaling, maar ook ik wil u graag hartelijk welkom heten hier in de OBA. En dat doe ik namens de organisatoren, het 4 en 5 mei comité Amsterdam Zuidoost, het Indisch Herinneringscentrum en de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Ik ben Yvonne van Genuchten, zoals gezegd, directeur van het Indisch Herinneringscentrum. En het is inderdaad alweer de 11e Indië-lezing. En zo fijn dat we vandaag bij elkaar zijn zonder de beperkingen vanwege corona. En nou ja, dat zie ik ook hier in de zaal, want die is goed gevuld. En daarbij zijn er ook nog mensen die de Indië-lezing via de livestream volgen. Hartstikke fijn en ook u natuurlijk van harte welkom. De Indië-lezing die verbindt 4 en 5 mei met de voormalige overzeese gebiedsdelen om zo de overgave van Nederlands-Indië aan Japan te markeren. In de loop der jaren zijn de Indië-lezingen ontdekkingsreizen geworden naar persoonlijke verledens, ingebed in de historische context van het voormalige Nederlands-Indië en Indonesië. En vandaag gaan we in op het veelbesproken onderzoek Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950. Het 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost en het Indisch Herinneringscentrum zijn beide actief in een sector met een speciale focus op de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan. En sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne heeft dat een nieuwe dimensie gekregen. Bombardementen, vluchtelingenstromen, de aangevallen democratie, burgerslachtoffers. Alles van toen is ook van nu en alles staat ineens in een ander perspectief. En dat geldt ook voor de uitkomsten van het onderzoek van het NIOD, het KITLV en het NIMH naar de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Er was sprake van doelbewust, stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld. En Nederland moet nog wennen aan een nieuw narratief waarin het in plaats van slachtoffer ook een dadersland blijkt te zijn. In Duitsland heeft men een manier gevonden waarin men bewust omgaat met het verleden van de Holocaust. Zij noemen dat de Vergangenheitsbewältigung. En voor Nederland is het nog de vraag, hoe gaan we om met het koloniale verleden? De Indië-lezing van vandaag levert hier een bijdrage aan. En we gaan in op de grote lijnen en de uitkomsten van het onderzoek. En vooral staan we stil bij de vraag, wat kunnen we ervan leren en hoe gaan wij om met dit onderdeel van het koloniale verleden? Dames en heren, ik wens u een inspirerende middag. Dank u wel. Dank je wel, Yvonne. Ook om nog nadrukkelijk onze gast hier van vanmiddag te noemen, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Altijd een mooie plek om deze Indië-lezing te houden. En we zijn er natuurlijk ook erkentelijk voor die samenwerking. De eerste spreker voor ons programma is Dr. Evelien Buchheim.
Zij is senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en Genocide Studies, als ik het goed heb. Zij heeft een lange track record als het gaat om onderzoek. Zowel als het gaat om onderzoek wat zich bezighoudt buiten Europa, als ook onderzoek wat op dit moment plaatsvindt in Europa, zelfs in Nederland. Heeft ook al lang belangstelling voor vrouwengeschiedenis met name. En is iemand die ook vanwege haar opleiding en haar interesse eigenlijk opereert op dat kruispunt tussen geschiedenis, herinnering, verhalen, getuigenissen. En daarom is het ook niet zo vreemd dat zij een van de samenstellers is van een van de boeken in die grote serie die een paar weken geleden is verschenen. En ik zou u ook graag willen vragen om een hartelijk applaus te geven voor Evelien Bugijn. En voor degene onder u die met uw mobiel op stil of tril zou willen tweeten of op andere manier via de sociale media zou willen delen over dit evenement, hashtag Indielezing 2022 aan elkaar, Indisch Herinneringscentrum, hashtag Oba Amsterdam, hashtag, dat kunt u allemaal doen als u maar geen geluid maakt. Evelien. Ja, dankjewel Wim voor deze mooie introductie. En een heel hartelijk welkom aan iedereen. Net zoals Wim en Yvonne al zeiden, ben ik ook heel erg blij dat we vandaag eindelijk weer eens live met elkaar iets kunnen delen. Dus dat is heel mooi. Ik ga het vandaag hebben over de ervaringen van het project Getuigen en Tijdgenoten. Maar voor ik dat doe, wil ik even kort iets vertellen over het onderzoeksprogramma waar het project deel van uitmaakt. En dat is Yvonne noemde het ook al, het programma Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950. Dat is inderdaad door de drie onderzoeksinstituten NIMH, KITLV en NIOT samen gedaan. Het onderzoek is gedaan met een subsidie van de Nederlandse regering. En het programma ging in september 2017 van start. En wat werd er nu eigenlijk onderzocht? De inzet van de Nederlandse krijgsmacht in Indonesië. En 17 februari, jongstleden, vorige maand, werden de eerste resultaten gepresenteerd. En in de loop van dit jaar verschijnen ook de overige publicaties. Alle publicaties zijn, als ze eenmaal verschenen zijn, kosteloos te downloaden als e-books via de website van de uitgever. Het doel van het onderzoek was het maken van een brede historische analyse om de aard van het Nederlands militaire optreden te verklaren, met aandacht voor de context en voor de nasleep van het conflict. En de focus bij het onderzoek lag op het extreem geweld door de Nederlandse krijgsmacht. Dat extreem geweld, dat begrip, is gekozen omdat het een heel breed begrip is. En omdat het expliciet de juridische connotaties buiten beschouwing laat. En die term wordt gebruikt voor uiteenlopende vormen van geweld die, en dat is denk ik wel een hele belangrijke toevoeging, ook naar de maatstaven van wat er toen moreel en juridisch goed was. Dus dat werd ook daar al overschreden. En het gaat eigenlijk om een hele waaier aan dader- en dadergegevens. In dat onderzoek is gekeken naar in hoeverre destijds en later juridische en politieke verantwoording is afgelegd voor dat gebruikte geweld. En wat is er nu gebeurd? Er zijn natuurlijk, het was niet het eerste onderzoek, dus het bestaande onderzoek is eigenlijk gebundeld en ook meegenomen. Maar daarbij zijn wel aspecten die eerder minder aan de orde zijn gekomen of helemaal niet aan de orde gekomen, die zijn nu wel behandeld. Een voorbeeld daarvan is de inlichtingendiensten. En ik denk dat voor Nederlands onderzoek ook het Bersiap-onderzoek, waar Onno straks over gaat vertellen, wel een toevoeging is.
We hebben samengewerkt met Indonesische onderzoekers, waar mogelijk. En we hebben heel erg geprobeerd om verschillende perspectieven bij het onderzoek te betrekken. Kortom, dat hele onderzoek wil een geüpdate, samenhangend beeld van die oorlog geven. In het programma waren 7 onderzoeksprojecten actief. En meer informatie over al die projecten en de uitkomsten daarvan zijn te vinden nog steeds op de website van het programma. Maar ook in het boek wat u hier ziet, Over de Grens. In dat boek hebben alle projecten een hoofdstuk geschreven met hun belangrijkste conclusies. Dus ook van de boeken die nog niet verschenen zijn, zijn de belangrijkste conclusies wel al bekend. Nou, naast die 7 onderzoeksprojecten was er het project Getuigen en Tijdgenoten, dat een iets andere insteek had. Het was niet primair een onderzoeksproject, maar het wilde vooral inventariseren en verzamelen van persoonlijke verhalen van getuigen en tijdgenoten in Indonesië tussen 1945 en 1950. En dat is dan ook mijn belangrijkste onderwerp vandaag. Ik begin mijn verhaal over getuigen en tijdgenoten in Amsterdam op 19 december 1948. De dag dat in Indonesië de operatie Kraai begon. Een militaire actie die destijds de naam Tweede Politionele Actie kreeg. Op die dag schreef de dichter Loetje Bert zijn minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesië. U ziet hier een afbeelding van het handschrift van dat gedicht. Het was zijn debuut als dichter en het werd in februari 1949 gepubliceerd. In dit gedicht hekelt de dichter niet alleen het militaire geweld wat op dat moment plaatsvond. Het is ook een aanklacht tegen de koloniale uitbuiting. Het is dus eigenlijk een heel erg politiek geëngageerd en geïnspireerd gedicht. Wat in ieder geval ook kwam door de omgeving waarin de dichter op dat moment zich bevond. Maar ook door zijn verbazing over het enthousiasme waarmee een van zijn vrienden in Indonesië ging vechten. Enkele jaren geleden werd in de grote biografie over Loetje Bert van Wim Hazeu onthuld dat deze dichter tijdens de Tweede Wereldoorlog nazi-sympathieën had en zelfs antisemitisch was. Over dit gedicht en de opvattingen van de dichter is natuurlijk heel veel meer te vertellen. Maar dat zou hier nu te ver gaan en ligt ook een beetje buiten wat we aan het doen zijn. Maar toch wilde ik graag beginnen met dit gedicht en dit aanhalen om verschillende redenen. Allereerst illustreert dit gedicht dat er ondanks de heel vaak gedeelde opvatting dat er sprake was destijds van een brede consensus, dat Nederland nog steeds recht had op haar kolonie, was dat toen ook al helemaal niet zo breed gedeeld. Er was destijds ook al twijfel en afkeer over het optreden van het militaire optreden in Indonesië, waarbij ook zeker aandacht was voor de koloniale uitbuiting die daaraan vooraf ging. Ten tweede laat dit gedicht zien, en de hele situatie eromheen, hoe iemands positie en loyaliteiten in de loop van de tijd kunnen veranderen en dat delen daarvan vaak voor langere tijd verhuld kunnen blijven. En tot slot laat het voorbeeld ook goed zien hoe complex en hoe gelaagd zowel die persoonlijke ervaringen zijn als de manieren hoe daar op de langere termijn mee om wordt gegaan. Nou, dit zijn eigenlijk allemaal elementen die we binnen getuigen en tijdgenoten aan de orde hebben willen stellen. We hebben daarom ervoor gekozen in het project om de mensen, hun persoonlijke ervaringen en hun eigen verhalen centraal te stellen. Nou, waarom vonden we dat nou zo belangrijk dat mensen een centrale plaats kregen? We vonden dat het ons inzicht gaf in de vele soorten en maten aan keuzes en contexten. Het brengt ons nu veel dichter bij de persoonlijke belevingen. En dat te delen kan ook leiden tot een beter begrip.
Maar niet alleen begrip. Het kan ook leiden tot nuanceringen. Of het kan ons laten twijfelen aan de grote historische narratieven of aan onze eigen meningen. Het laat eigenlijk de hele breedte aan menselijke mogelijkheden en beperkingen ervan zien. Iets wat we eigenlijk wel in het achterhoofd moeten houden, ook als we zo'n geschiedenis bestuderen. Ons project begon met een kick-off op de Tong Tong Fair in mei 2017. En dat was een paar maanden voordat het programma eigenlijk begon. U ziet hier een impressie van dat eerste gesprek tussen mensen met totaal verschillende ervaringen. U ziet links Peter Bouwman, ook in de zaal. Peter, daar zie je jezelf weer. Tweede generatie Indische Nederlander en tot voor kort werkzaam bij Plita. Naast hem zit Rita Jong, een eerste generatie Indische Nederlander, die zich actief inzette ook voor de zogenaamde buitenkampers. Naast hem Frides, onderdeel van ons project en die hier het gesprek leidde. En uiterst rechts Ad Jansen, veteraan, oorlogsvrijwilliger en hospic bij de marine. Dit was eigenlijk de eerste aanzet tot wat we met het project wilden bereiken. Verhalen en documenten verzamelen, mensen bij elkaar brengen en uitwisseling en gesprekken op gang brengen. Het project werd aanvankelijk opgezet als een loket waar mensen terecht konden met hun ervaringen, hun verhalen, maar ook met hun twijfel en hun kritiek. En dat is ook gebeurd. Daarnaast moest het project een brug slaan tussen getuigen en tijdgenoten en de onderzoeksgroep. En vervolgens deze verhalen ook nog eens toegankelijk maken voor het publiek. Wat we uiteindelijk ook hebben gedaan in onze publicatie. We hebben de afgelopen jaren schriftelijke, mondelinge en visuele bronnen verzameld uit verschillende periodes. Die net een inblik geven in die persoonlijke beleving. Al deze verhalen maken het voor ons nu mogelijk een inkijkje te krijgen in alle gevoeligheden die een rol hebben gespeeld. Maar ze laten ook heel duidelijk de emoties zien hoe emoties en loyaliteiten beslissingen van mensen beïnvloeden. Door te kijken naar een heel breed scala aan verhalen, wordt ook de gelaagdheid van de sociale en culturele dynamiek achter die ervaring zichtbaar. We krijgen meer inzicht in de context en we zien hoe ervaringen in de loop van de tijd een andere plek kunnen krijgen in het geheugen. Door meer en verschillende perspectieven te laten zien, kunnen we de verbeelding van het verleden inclusiever en veelzijdiger maken. Maar als kanttekening, volledigheid is natuurlijk altijd een illusie. Dat is alleen al uit praktisch oogpunt onmogelijk om alle stemmen te laten horen. Oeps. Ik was te ongeduldig. Nou, hier ziet u het boek, wat het resultaat daarvan is, Sporen vol betekenis. En rechts ziet u een zogenaamde artist impression van de vier auteurs. Samen met Stefanie Welvaart, die rechtsboven te zien is. Oli Dwiciaggio, linksonder. Hij werkt aan de Universiteit van Yogyakarta. En Frides Steijlen, rechts. Schreven we op basis van het verzamelde materiaal, dat boek. En het boek laat eigenlijk zien dat die lotgevallen ontzettend gemengd zijn. De mensen komen aan het woord als individuen met unieke ervaringen, persoonlijke overwegingen en verschillende achtergronden. Of het nu veteranen zijn of burgers, of ze uit Indonesië kwamen of uit Nederland. Hij reageert heel langzaam. Ik ga hier kort in op vier soorten materiaal dat we verzameld hebben en geef korte voorbeelden. En vertel kort iets over de inzichten die dat opleverde. Deze voorbeelden zijn nu even vooral bedoeld als teasers. In het boek komen we natuurlijk uitgebreid erop terug. Die vier soorten bronnen zijn ego-documenten, dus vooral brieven, dagboeken, interviews, visuele bronnen en monumenten. We hebben natuurlijk geprobeerd zowel bronnen uit Indonesië als uit Nederland te verzamelen. Maar omdat onze standplaats Nederland was, en is het eigenlijk natuurlijk wel vanzelfsprekend dat we veel meer materiaal uit Nederland hebben. Helaas heeft de coronapandemie ook eten in het roet gegooid wat betreft het langer verzamelen van materiaal in Indonesië.
Ik begin met de ego-documenten. Brieven en dagboeken uit de periode 45-50 zijn een hele belangrijke bron om te kunnen begrijpen hoe het destijds werd gedacht over die oorlog. Bronnen uit de tijd zelf laten heel mooi zien dat mensen intuïtieve dingen doen, dat ze soms twijfelen over hun keuzes, dat hun opvattingen veranderen en dat er vele manieren zijn om tegen dezelfde gebeurtenis aan te kijken. Kinderen van veteranen bijvoorbeeld lezen vaak pas veel later in dagboeken en brieven wat hun grootvaders en vaders eigenlijk meegemaakt hebben. Er zijn in de loop van de tijd in archieven al heel veel ego-documenten opgenomen. En tijdens de looptijd van het project zijn er daar nog heel veel bijgekomen. Een voorbeeld dat u hier achter mij ziet, heeft betrekking op burgers. En dat zijn de brieven van de Nederlandse Aida Schepers en haar Chinese echtgenoot Tan Sin Hock. Tan Sin Hock was werkzaam als paleontoloog. En het echtpaar woonde in Bandung en stuurde elke week brieven naar haar ouders in Nederland. Ze woonden sinds 1929 in Bandung. Ze kregen er hun 3 kinderen. En het gezin werd na de Japanse bezetting gelukkig herenigd. In november 1945 sloeg echter alsnog het noodlot toe. Vader Hock wordt voor de ogen van zijn gezin vermoord. Hij waande zich als Chinees veilig, maar dat bleek niet zo te zijn. Deze brieven zijn niet alleen voor de familie van belang om te lezen over het leven van hun ouders toen zij nog kind waren. Ook voor buitenstaanders bevatten ze veel kostbare informatie over die periode. 2 van hun kinderen zitten hiervoor in de zaal. En dochter Lisa Tan zien we later in het programma nog even terug. Ik ga door naar de interviews. Tijdens interviews kunnen herinneringen bovenkomen die ver weggestopt zitten. Soms zien we dat mensen hun ervaringen destijds nu heel anders gaan beoordelen, doordat de gebeurtenissen van meer dan 70 jaar geleden opnieuw in de publiciteit komen bijvoorbeeld. Ook dat verhaal kan in interviews achteraf een plaats krijgen. Sommige Nederlandse veteranen bijvoorbeeld, die er in de jaren 40 als dienstplichtig militair of als vrijwilliger van overtuigd waren voor een goede zaak te staan, vragen zich nu soms af wat ze daar eigenlijk aan het doen waren. Ik haal hier de groepsinterviews aan die we bij Getuigen en Tijdgenoten hebben georganiseerd. Daar brachten we mensen bij elkaar die bijvoorbeeld eenzelfde etnische achtergrond hadden. Of die dezelfde werkzaamheden verricht hadden, bijvoorbeeld vrouwen in het leger. Mensen die op eenzelfde manier bezig waren met hun familiegeschiedenis. Kinderen en kleinkinderen van veteranen in Indonesië en Nederland, die via persoonlijke documenten van hun voorouders meer te weten wilden komen op wat zij ervaren hadden. Mensen die op hetzelfde moment op dezelfde plek waren, bijvoorbeeld in het Republikeinse kamp Sumobito. Of bewoners van Bandung die vertelden over hun ervaringen ten tijde van de demarcatielijn. En dit voorbeeld gaat over dat laatste. We hebben een groepsinterview georganiseerd met tieners die destijds in Bandung woonden. Excuus. Ami Emanuel, die werkte in een winkel op de Pasar Baru. Connie Suverkrop, die de zorg kreeg ineens voor haar jongere zusjes, omdat haar moeder was overleden. En Robert Schabrak, die net begonnen was met zijn taken als ordonnans voor de RAPWI, de organisatie die belast was met de opvang van voormalig geïnterneerden en krijgsgevangenen. In het najaar van 1945 was de situatie in Bandung heel precair geworden. En op 17 oktober werd de stad bezet door Britse troepen. De gevechten tussen Indonesische en geallieerde troepen bleven aanhouden. En er werd overeengekomen om de stad te verdelen met behulp van een demarcatielijn in een Nederlands deel in het noorden en een Indonesisch deel in het zuiden. Deze mensen konden ons van alles vertellen over wat er in het noorden gebeurde. Maar wat gebeurde er dezelfde tijd in het zuiden? Dus we besloten ook op zoek te gaan naar het verhaal van die kant van het verhaal.
En we vonden een Indonesische veteraan, Paidi, hier rechtsonder, bereid ons te vertellen over de Bandung Lautan Api, de Bandungse vuurzee in maart 1946, waarbij grote delen in brand werden gestoken bij de terugtrekking van Indonesische troepen uit het zuiden. En als jonge man had hij daaraan meegedaan. U kunt daar allemaal meer over lezen in het boek. Ik ga snel door naar de visuele bronnen. De afgelopen weken, nou, Yvonne haalde het ook al even aan, is weer duidelijk geworden hoe belangrijk materiaal is, beeldmateriaal is in tijden van oorlog. Op een heel andere manier geldt dat ook voor de oorlog waar we het vandaag over hebben. Ik beperk me in dit voorbeeld tot fotomateriaal dat we tijdens het project kregen van Nederlandse militairen. Vanzelfsprekend is er ook in Indonesië fotomateriaal gemaakt en dat circuleert ook. Er staan ook voorbeelden van in ons boek, maar daar heb ik het nu niet over. In 2012 zorgde de herontdekking van een album van een soldaat waarin executies te zien waren voor voorpagina nieuws. Dat heeft er ook mee te maken dat die foto's vaker als onomstotelijk bewijs gezien worden dan teksten. Maar ook afbeeldingen geven altijd maar een hele bepaalde versie van de werkelijkheid. Toch blijft die grote ophef vreemd, want de albums van militairen waren helemaal niet onzichtbaar. Die hebben altijd een publiek gehad. Die albums laten eigenlijk zien hoezeer jonge Nederlandse soldaten Indonesië als exotisch ervoeren. Er staan veel foto's in van voor hen vreemde omgevingen, prachtige landschappen en van het leven dat zoveel afwijkt van Nederland. Maar er staan ook foto's in van het soldatenbestaan. We zien patrouilles, tochten door kalis en groepen militairen in kampongs. En natuurlijk foto's van dodelijke slachtoffers. Het voorbeeld dat ik hier laat zien plaatst beide elementen heel treffend naast elkaar op één pagina en geeft daardoor een legitimatie bijna van het gebruikte geweld. Boven staan naast de mooie landschappen orde en de woorden orde en rust, woorden die door koningin Wilhelmina in 1946 werden gebruikt en die heel erg resoneerden in Indonesië en in de militaire, hè, waarom militairen daar naartoe gingen. En daaronder zie je na woelige dagen. En bij die woelige dagen zie je militairen voor kamponghuizen zitten met grote gaten erin. Eigenlijk wordt op deze manier een verklaring gegeven voor wat ze daar aan doen waren. Ik ga snel door naar de monumenten. Tot slot wil ik iets zeggen over de monumenten en hun rol bij het herinneren en vergeten van de oorlog. In Indonesië zijn er heel veel monumenten die herinneren aan deze strijd. En dat is ook niet vreemd, want het vond daar plaats. Het relief dat u hier ziet staat bij de heldenbegraafplaats in Kotonangadang op Sumatra. Het is een van de monumenten in de regio die verwijzen naar gevechten die plaatsvonden eind 48, begin 49 rondom Payakumbu. In Nederland zijn er minder monumenten en vervullen ze ook een hele andere rol. Vaak herdenken ze de omgekomen militairen. Dat ziet u hier links bij het Indiëmonument in Leiden. Wat de thuiskomst van de soldaten en vooral de niet-thuiskomst, de lege plek tussen de tweede en de derde militair in. Rechts is een monument uit 2006 dat als eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers werd opgericht in Moordrecht. De militaire kleding van de man maakt duidelijk dat de Molukkers als militairen naar Nederland kwamen. Er is nog veel meer te zeggen over die monumenten. Staat ook allemaal in het boek, maar ga ik nu niet doen. Ik ga langzaam eindigen. We hebben in ons boek Sporen vol betekenis een deel van de stemmen die we verzameld hebben samengebracht. Dat deden we allereerst omdat we het belangrijk vonden te laten zien dat deze verhalen niet alleen maar in archieven moeten blijven liggen, maar een bredere verspreiding verdienen. Bovendien wilden we laten zien dat het vertellen van uiteenlopende persoonlijke verhalen, die de menselijke maat van de geschiedenis benadrukken, een goede manier zijn om uitwisseling tussen mensen te bevorderen. Door met elkaar in gesprek te gaan over de vele verschillende manieren waarop deze geschiedenis is ervaren, wordt duidelijker hoe de tijd daar haar invloed op heeft gehad en kunnen we hopelijk meer begrip krijgen voor de verschillende standpunten. Dank u wel.
Dankjewel, Evelien, voor een hele rijke lezing die denk ik ook heel veel vragen oproept. Daar is straks verderop in het programma voldoende plaats voor. En je eindigt ook heel mooi met de afbeelding van het boek. Want dames en heren, ik weet niet hoe het met u is, maar zo'n e-book is altijd handig als je snel dingen op wil zoeken. Maar uiteindelijk is het bladeren in een echt boek en het echt kunnen kijken van ook de afbeeldingen natuurlijk het mooiste. En daarom is het ook maar heel goed dat buiten, en straks kunt u daar in de pauze een gebruik van maken, er ook een boekenstand is met een hele reeks van mooie boeken. Het boek van de volgende spreker ligt daar nog niet bij, omdat dat nog moet gaan verschijnen. Dr. Onno Sinke is senior beleidsadviseur bij Stichting ARK, centrum wat met name zich bezighoudt met de naweeën en de nasleep van die Tweede Wereldoorlog en ook de verwerking daarvan. Hij promoveerde op de rol van Radio Oranje in de Tweede Wereldoorlog, maar hij is hier met name om te spreken over zijn onderdeel van dat grote onderzoek. Want samen met Dr. Esther Captain en met behulp van andere onderzoekers is Onno Sinke degene die het deel voor zijn rekening neemt. Wat gaat over een periode waarover heel veel te doen is geweest, wat heel veel emoties oproept, waar ook heel veel misverstanden over zijn ontstaan. En dat is de tijd, de eerste fase van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, die wij in Nederland beter kennen als de periode van de Persiap. En daarom wil ik heel snel graag de gelegenheid geven aan Onno Sinke om zijn verhaal met ons te delen. Onno. Ja, goedemiddag alle hier en ook thuis. Bijzonder om weer voor een publiek te mogen spreken. Toen ik hierheen liep, zag ik de lente en deed me denken, de natuur ontspruit weer. En zo is het eigenlijk ook met het historische, culturele en intellectuele leven. Dat ontluikt ook weer. Ik wilde eigenlijk beginnen met een geluidsfragment. Het komt uit een interview met pater Josephus van Beek, die in 1945 in Semarang op Midden-Java was. Ik zal het u eerst laten horen en dan... En zo gingen we de nacht in, hè? Ja. Angstige nacht. Ja. En wat was het eerste? Het eerste hoorde ik, want het was zo stil als een huis, hè? Ja. En in het dorp, je hoorde niets in het stadje. Ja. En donker, nergens mocht licht aan. Ja. En ik zat alleen in die pastorie, hè? Ja. En voor stonden dan wel die jongens hier en daar. Geposteerd. Toen hoorde ik een slot en een schot afgaan. Ik denk, oh, dan zal ik misschien gaan beginnen. Nee, ik maar wat op en neer lopen. Dus moet je binnen. Maar gebeurde niets. En weer een tijdje later, toen hoorde ik in de verte roepen: Siap, Siaga! In het Indonesisch betekent dat: wees bereid. Ik denk, oh, misschien komen ze nog aanstormen. Ja, je weet niet waar je naartoe moet gaan. Nee. Je weet niet waar je naartoe moet vluchten. Nee. Als het moet gebeuren, ja, dan gebeurt het nu. Ja. Maar er gebeurde niets. Ja, sorry voor de brom en het geluid van de mobiele telefoon. Het is bijna alsof we in de schuilkelder zitten in de Tweede Wereldoorlog met allerlei stoorzenders. Maar ondanks wat technische hulp kregen we dat niet weg. Maar goed, hopelijk heeft u het kunnen horen. Hè? Pater van Beek vertelt over het roepen van Siap, wat hij hoorde. En zoals u misschien uit eigen ervaring weet, kunnen zintuiglijke ervaringen vaak een ver verleden oproepen. En in dit geval dus ook het geluid. En dat geldt nog sterker voor traumatische gebeurtenissen. Mijn collega, klinisch psycholoog Ines Schelfhout, vertelde dat die traumatische gebeurtenissen heel zintuigelijk in het brein worden opgeslagen. Voor het geval die informatie in de toekomst nog nodig is. En het is daarom ook geen wonder dat
deze kreet, Bersiab, Siab, de naamgever is geworden van een periode die voor heel veel mensen traumatisch is geweest. Maar waren er nog meer geluiden van geweld? U ziet hier een citaat van een Japanse schout bij nacht. Die vertelde, u kunt het misschien lezen, over het geluid van twee stukken hout die op elkaar werden geslagen. En die hebben hem ook angst naar boven riep van wat zou er gaan gebeuren. Tegelijkertijd, u ziet hier dat houten instrument, de ketonggang, was het ook... Dit geluid was ook voor sommige Indonesiërs een angstaanjagend geluid. Indonesische bestuurders of andere functionarissen die in de ogen van bijvoorbeeld dorpelingen of anderen hadden samengewerkt met Japanners en Nederlanders, werden tijdens het zogenaamde dombreng-ritueel, dus een nabootsing van dit geluid, werden ze rondgeparadeerd en vernederd en in sommige gevallen ook vermoord. En deze verschillende geluiden van geweld kunnen eigenlijk dienen als een illustratie van een belangrijk punt uit ons onderzoek. Namelijk dat er in die eerste maanden na de Japanse capitulatie veel geweld was tegen en door allerlei bevolkingsgroepen in de hele archipel. En dat voor een beter begrip van die dynamiek van geweld al dit geweld eigenlijk in samenhang moet worden gezien. In het kort even iets over de focus van ons onderzoek. We hebben ons gericht op burgers en gevangengenomen strijders of militairen in de periode 17 augustus 1945, 31 maart 1946, onder omschrijving van non-combattanten. En we hebben dat geprobeerd te doen met een brede blik, zowel geografisch. Het onderzoek naar de Bersiab richt zich normaal gesproken logischerwijs voornamelijk op Java en Sumatra, omdat het gaat om het geweld tegen Indo-Europeanen, Nederlanders, Molukkers en anderen. Maar wij hebben ook gewoon naar andere eilanden gekeken in de archipel. En we hebben ook geprobeerd naar geweld te kijken tegen burgers en gevangengenomen strijders van andere bevolkingsgroepen. Ook bijvoorbeeld Japanse gevangengenomen militairen of Japanse burgers, Britten, Chinezen en Indonesiërs. En wat valt dan op als je zo breed kijkt? Dan zie je eigenlijk dat de doelwitten en de daders van dat geweld tegen die burgers en gevangengenomen militairen sterk afhankelijk zijn van de plaatselijke machtsverhoudingen. Een hele korte historische schets. Wellicht is er al aardig wat historische kennis hier aanwezig. Ik vermoed helaas wel, maar voor degenen die toch nog wat meer context nodig hebben. Het Indonesisch nationalisme kwam vanaf het begin van de 20e eeuw op, maar kreeg niet de ruimte door de Nederlandse autoriteiten. Tijdens de Japanse bezetting stimuleerden de Japanners in elk geval op Java en Sumatra dat wel. En trainen zij ook ongeveer 2 miljoen Indonesische jongeren op paramilitaire wijze. En vooral dat laatste jaar van de Japanse bezetting, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat er sprake was van een enorme maatschappelijke en sociale ontwrichting, waarin er een grote hongersnood werd geleden, vele dwangarbeid moesten verrichten en echt heel veel mensen zijn omgekomen ook. Het zal bekend zijn, 15 augustus 1945 capituleerde Japan. 2 dagen later werd de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring uitgeroepen. In het oostelijk deel van de archipel kwamen al vrij snel de Australiërs en de Nederlanders aan, met uitzondering van Bali. Op Java en Sumatra was dat niet het geval. De Nederlanders en de Britten konden niet meteen ter plekke zijn. En de verslagen Japanners moesten de orde handhaven. En dat gaf de Indonesiërs het momentum om hun staatsapparaat op te bouwen en enthousiasme te vergroten voor die onafhankelijkheid. En de Nederlandse burgers en krijgsgevangenen die in interneringskampen zaten, kwamen na verloop van tijd ook daaruit. Probeerden hun vooroorlogs leven weer op te nemen. En dat leidde tot allerlei botsingen. Niet alleen tussen de Nederlanders en Indo-Europeanen en Molukkers en Indonesiërs, maar ook bijvoorbeeld tussen Chinezen en Indonesiërs. Het ging dan over vlaggen en symbolen van de macht. En tussen Indonesiërs en Japanners. En eind september
Begin oktober 1945 arriveren dan op Java en Sumatra de eerste Britse en Brits-Indische militairen en ook de eerste Nederlandse militairen in kleine aantallen en ambtenaren. En dan slaat eigenlijk de vlam in de pan op Java en ook Sumatra. Wat je dus eigenlijk ziet is dat er meerdere partijen zijn met ieder andere belangen. Ik noemde ze al de Nederlanders, Indonesiërs, Japanners, Britten. En dat waren natuurlijk geen homogene partijen. Die hadden ook weer allerlei fracties met allemaal hun eigen belangen. En dat leidde vanaf oktober 1945 tot een extreem gewelddadige situatie waarin het geweld eigenlijk alle kanten uitging. En als je dan kijkt naar het geweld van de Indonesische kant als eerste, zou je kunnen zeggen dat dat organiserende principe daarachter is dat het zich richtte tegen elke groep of vertegenwoordiger van de groep die in de weg leek te staan van de Indonesische onafhankelijkheid of een terugkeer wilde naar het Nederlandse koloniale systeem of daarvan verdacht werd. Verdenking was vaak al voldoende voor geweld. Daarnaast waren er ook nog andere redenen, sociaal-economische, criminelen. Voor criminelen was het natuurlijk makkelijk om onder het mom van de onafhankelijkheid hun slag te staan. Maar je zou kunnen zeggen dat organiserende principe, dat was een soort misschien een soort koepelmotivatie. En dat Indonesische geweld richtte zich als eerste tegen de Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers. Daar zijn duizenden omgekomen. Op basis van ons onderzoek in archieven hebben we berekend dat het om 3723 bevestigde doden gaat. Maar als je nog een bepaalde onzekerheidsmarge meeneemt en het aantal vermisten meetelt dat bijvoorbeeld aan het eind van de oorlog nog geregistreerd stond, kom je op bijna 6000. Het richtte zich ook, dat Indonesische geweld, tegen de Britten en Brits-Indische soldaten. En dan gaat het bij ons speciaal om die gevangen genomen militairen. En tientallen daarvan zijn vaak op gruwelijke wijze vermoord. En dat kwam op een gegeven moment omdat zij in Indonesische ogen geassocieerd werden met Nederlands gezagsherstel. Maar ook was het gericht tegen Japanners. En dat was dan uit wraak voor de Japanse bezetting of omdat men wapens wilde hebben. En dat viel ons op dat er echt in die eerste maanden echt honderden Japanse burgers en ontwapende militairen zijn vermoord. Verder zijn er ook veel Chinese burgers slachtoffers geworden. Zij het dat de meeste slachtoffers uiteindelijk vielen na de periode die wij bestudeerden. Ik noemde ook al de onderlinge Indonesische afrekeningen. Maar het geweld was ook andersom. Het was niet alleen Indonesisch geweld tegen burgers en strijders. Ook die andere partijen oefenden geweld uit. Vandaar dat je echt kunt spreken van een extreem gewelddadige situatie. Die Britten die kwamen eigenlijk in een oorlog terecht die niet de hunne was. Ze wilden voornamelijk overleven. En als ze daarvoor een toevlucht moesten nemen tot buitensporig geweld, dan deden ze dat. Ze executeerden gevangenen. Zonder proces, ze branden kampongs plat. En zo zijn er nogal meer voorbeelden te vinden. Dat was geweld tegen voornamelijk Indonesische burgers. En ook de Japanners lieten zich gelden. Wat minder bekend is waarschijnlijk, dat ze bijvoorbeeld in Tebing Tinggi op Sumatra op 13 december 1945 honderden, mogelijk zelfs duizenden Indonesische doden hebben gemaakt. Dat was uit wraak op de moord op tientallen Japanse militairen, waarvan er in elk geval 60 in Tebing Tinggi letterlijk in stukken zijn gehakt. En die Japanners maakten zich daarbij ook schuldig aan wat wij dan het extreme geweld noemden. Dus gevangenen met vastgebonden handen executeerden en andere toch wel oorlogsmisdaden begingen. En ook die strijdgroepen aan de Nederlandse kant en die eerste Nederlandse militairen maakten zich schuldig aan geweld. Zij het op minder grote schaal. Het is zeker zo dat zij ook probeerden burgers te redden, te beschermen tegen het geweld. Maar er zijn ook voorbeelden bekend van
leden van die strijdgroep of militairen die wraak wilden nemen of die gewoon de koloniale orde wilden herstellen en soms zelf het initiatief daartoe namen. Ik zei al aan het begin dat we probeerden te kijken met een bredere blik. Dus we hebben ook gekeken van wat er nou in de oostelijke archipel te zien was aan geweld. En daar was eigenlijk sprake van een geheel andere situatie. Ik zei het al, de Australiërs en Nederlanders die waren al vrij snel ter plekke. Sommige delen van die archipel waren zelfs nooit door de Japanners veroverd. En ze hoefden daarom geen beroep te doen op de Japanners. En dat is dan ook de reden dat de Japanners eigenlijk geen machtsfactor van betekenis daar waren. Hè. Ze waren eigenlijk niet betrokken waren bij het geweld. Ze waren geen slachtoffer, maar ook geen dader van dat geweld. Of nauwelijks. Veel van die regio's in het oosten waren ook van oudsher op Nederland gericht, zoals de Minahassa en Ambon. En het Indonesisch nationalisme was minder sterk ontwikkeld in die delen van de archipel. Er waren ook geen door de Japanners getrainde jongeren. Dat verklaart ook waarom er minder geweld was tegen Nederlandse, Indo-Europese en Molukse burgers. Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal geen sprake was van geweld tegen deze categorieën. Je ziet bijvoorbeeld op Ambon dat daar geremobiliseerde KNIL-militairen wraak gaan nemen op geïnterneerde Japanse militairen. Je ziet op Kalimantan dat daar in eerste instantie juist veel geweld plaatsvindt tussen Chinezen en Indonesiërs. De Chinezen die voelden zich verbonden met het China van Chiang Kai-shek en stonden zich voor op hun Chinese nationalisme. En dit was tegen het zere been van de Indonesiërs. En dat zorgde voor allerlei onderlinge schermutselingen, waarbij ook gewoon aardig wat doden zijn gevallen, ook vooral aan de Chinese kant. Op Zuid-Sulawesi zie je dat het geweld eigenlijk van twee kanten komt. Aan de ene kant schieten geremobiliseerde KNIL-militairen op Indonesische burgers, ongewapende Indonesische burgers die rood-witte speldjes dragen. Tegelijkertijd zie je ook dat de Pemuda, de Indonesische jongeren, de Molukse wijken intrekken en daar tientallen Molukse burgers vermoorden. Als je nou dat eigenlijk zo alles bij elkaar overziet, wat voor dingen vallen er dan op? En ik pik er dan een paar dingen uit en je zult begrijpen van ons onderzoek is was natuurlijk veel uitgebreider en hopelijk ook rijker. Kunt u deels teruglezen in ons hoofdstuk in het boek De Verzamelbunde over de grens en later ook in ons boek Het geluid van geweld dat binnenkort april, mei uitkomt. Wat valt op? Ten eerste de onmacht, onwil of soms beleid, bijvoorbeeld aan de Britse kant, ter afschrikking van militaire en civiele autoriteiten aan alle kanten om geweld tegen burgers en gevangengenomen strijders in te tomen. De tweede vraag is van hoe moet je nou die Bersia-periode zien? En het is natuurlijk heel logisch dat dat geweld in Nederland de naam heeft gekregen van Bersia-periode. Het was die ervaring van mensen van geweld dat tegen hen gericht was. En we hoorden het al, dat die indringende kreet per Siop. Siop was daar heel onlosmakelijk verbonden. In het begin had ik het al even over mijn collega Ines Schelfhout. En zij vertelde in een hele interessante lezing, die ook als essay wordt uitgegeven, dat een traumatische gebeurtenis geïsoleerd in het brein wordt opgeslagen. Omdat omgeving en context eigenlijk ballast zijn in noodsituaties. Daar heeft het brein niks aan om snel te kunnen reageren. En voor verwerking is dan integratie van die gebeurtenis nodig in de context. En dat geeft dan betekenis en daardoor kan het brein tot rust komen. En in zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat het historisch gezien nodig is om dit geweld tegen mensen aan de Nederlandse kant in de context te plaatsen van het geweld tegen en door andere bevolkingsgroepen, wil je beter die dynamiek van het geweld begrijpen. En misschien zou het ook goed zijn om dat geweld in de tijd in context te plaatsen. Die periode niet te zien als een soort aparte, afgebakende periode, maar meer als de eerste fase van
de Indonesische revolutie, decolonisatieoorlog, onafhankelijkheidsoorlog, hoe je het ook wilt noemen. Maar in elk geval als het begin van een lange gewelddadige periode. Dat geweld ging ook na maart 46 door. Zei dat het niet zo was samengebald tegen zoveel verschillende groepen, maar ook groepen daarna hebben in wisselende intensiteit te lijden daarvan gehad. Dat was wat ik u graag met u wilde delen. Dank u wel. Hartelijk dank, Onno. Ook dank voor het laten horen van het geluidsfragment en het ook wijzen van het feit hoe dat ook dingen doet met ons brein en hoe we daar misschien heel lang daarna nog ook ons toe te hebben verhouden. Haar naam is al genoemd en we gaan zo kijken naar een bewerking van een video die is gemaakt door Reboot met mevrouw Lisa Tan. En Evelien Bugaan noemde het verhaal van de familie al, het dramatische verhaal van de familie al. En we gaan nu kijken naar een bewerking van die videoproductie. En daarna ga ik één of twee vragen stellen aan mevrouw Tan, die hier gelukkig zit met haar broer, begrijp ik. En daarna is er de gelegenheid kort om nog wat informatieve vragen te stellen aan de twee inleiders voordat we richting pauze gaan. Maar laten we eerst kijken naar het videofragment. Ik ben Lisa Tan. En hoe stel je verder nog weer voor? Ik ben in Bandung geboren, op Java, in 1935. En ik heb daar mijn paradijselijke jeugd meegemaakt, voor de oorlog. En daarna de hel, om het zo maar eens te zeggen. En toen zijn we naar Nederland gegaan. Kijk, wij hadden de Japanse oorlog overleefd. Mijn vader in gevangenschap in Bandung. En wij in Chihapit, Bandung-kamp en in Batavia, Kramat, kwamen met elkaar terug. Helemaal complete familie. Werden opgevangen door zijn broer in Batavia, maar hij wilde beslist terug naar Bandung. Dus wij zijn met de laatste trein die niet overvallen is door de Bermuda's in Bandung terechtgekomen. We zijn daar gaan logeren bij een vriend van hem, een Chinees, die ons onderdak heeft gegeven. En op een goed moment bleek dat die vriend, met name zijn vrouw, ontzettend bang was dat zij door de Indonesiërs dat ze overvallen zouden worden. Omdat mijn vader daar was en die leek op een Japanner, want die, als een kantan dan kiezen waren, getrokken. Dus had een heel dikke gezicht. En toen heeft hij besloten om weg te gaan. En heeft een huis gehuurd in het Schootsveld tussen het Borromees ziekenhuis, wat bewaakt werd door Gurkha's. En daar waar de opstandige Indonesiërs waren. Dus wij hebben daar gewoon 10 dagen in dat huis. Alsmaar vlogen de kogels over de, hoe heet dat, die automatische, dat de ratatatat en dan van de andere kant van de Indonesiërs. En mijn broer en ik maakten daar leuke versjes op. Dat kan je doen. Zo doen kinderen dat. En op een goed moment was er een ruzie tussen studenten, Nederlandse studenten en Indonesische studenten. En toen hebben de Nederlanders de vlag, Indonesische vlag, ja, die was er al, hè, want het is op 1 december gebeurd. Hadden ze door de modder gehaald en toen kwam de ruzie. En toen hadden ze een groep opgeschoten jongens die de wapens hadden gekregen van de Japanners die trainden. Die hen ook om ze te gebruiken, hoe je daarmee om moest gaan. Tommy guns enzovoorts. Die hebben toen op een veldje tegenover ons huis gezeten en daar voortdurend
Medica, geschreeuwd, uren achter elkaar. Die waren dus totaal matte klap. En toen zijn ze die buurt ingegaan. En alles wat bewoog hebben ze doodgeschoten. Of beschoten, hoe dan ook. En mijn vader, die... mijn moeder had gezegd, laten we vluchten, laten we naar Boromeus gaan. En toen had mijn vader gezegd, mij doen ze niks. Ik ben hun vriend. Ik zal ze aanspreken in het Hoog-Soedanees. Dan zien ze dat ik respect voor ze heb, want dat doe je altijd als je je meerdere ziet. Dan spreek je in de hoge taal. En dan zullen ze mij niks doen. Dus toen heeft mijn moeder gezegd, als jij hier blijft, blijf ik hier ook. En zo geschiedde. Oh ja, toen heeft hij tegen haar gezegd, als jij dit wil overleven, ze was ervan overtuigd dat hij het zou overleven, dan moet je met de kinderen op het toilet gaan zitten, met de deur open. En dat heeft mijn moeder gedaan. Mijn moeder die zat op de pot en wij stonden met z'n drie kindjes achter de deur open. Nou, en toen kreeg je dus de Indonesiërs het huis binnenvielen en mijn vader kwam naar voren en sprak in het Hoog-Soedanees en was een knal en een dreun en zij was meteen neergeschoten. Dus dat hebben wij, wij zaten dus in dat huis, hebben we gewoon meegemaakt. En mijn moeder die heeft, ik weet niet hoe lang dat was, gewacht. Dus stond op. En ik ben achter eraan gegaan. Zo'n tamelijk nieuwsgierig wezen was ik. Ja, zijn idealisme heeft hem de kop gekost. Het leren kennen wie mijn vader was. Want ik heb hem tot mijn zevende in dat paradijs meegemaakt. En toen begon de Japanse oorlog en hij kwam niet meer terug als die vader waar ik zo verliefd op was als een meisje dat kan zijn. Hè? Dus ik heb eigenlijk, kan ik wel zeggen nu ik bijna 85 ben, mijn leven gebruikt om dat op zijn plek te krijgen. Ik wil niet mijn leven lang met haat rondlopen. Ik wil dat niet. Dus ik heb die workshop gedaan en daar heb ik inderdaad, zeg maar, symbolisch mij verzoend met het feit dat die jonge jongens streden voor iets wat voor hen een belangrijk ding in het leven was. Namelijk de bevrijding van de koloniale macht. Dus dat je kunt zien hoe... Ze waren niet gewoon maar moordenaars in het algemeen, maar ze streden ook ergens voor. Dus dat zo is in het leven. Een heel dramatisch, maar ook indrukwekkend verhaal. Het grotere verhaal, het langere verhaal, de langere opname staat op internet, op YouTube, als ik mij niet vergis. En inderdaad met dank aan Reboot die dat heeft opgenomen. En nu is het zo, nu ben ik eigenlijk ook een beetje op zoek naar Lisa, die ik, omdat ik in licht zit te kijken, niet kan zien. Want Lisa heeft de microfoon. Nee, de andere, dan, u zie ik, want zo erg is het gelukkig nog niet gesteld met mijn ogen. Maar de Lisa met de microfoon. Ja, zou die microfoon ervoor... Nee, het zou wel triest zijn dat... Oké, dankjewel. Ja, wat moet ik... Ja, nou, ja, u, omdat ook voor de livestream is het wel belangrijk dat u ook goed te horen bent. Maar u heeft dit verhaal verteld, maar wat niet in dit verkorte fragment zit, is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat heeft ook verband met wat iemand als Evelien Buchheim in haar verhaal heeft verteld. De brieven van uw moeder. En u vertelt in het langere fragment dat u lange tijd heeft gezegd... ja, die brieven van mijn moeder aan iemand anders, dat is niet aan mij om die brieven te bekijken. Maar toch, op een gegeven moment, heeft uw moeder daar wel iets over gezegd.
En uiteindelijk heeft u die brieven wel gelezen. Zou u daar heel kort iets over willen vertellen? Hoe dat in zijn werk ging? Ja, dat zijn brieven ook van mijn vader. Ze schreven allebei. Misschien dat u iets dichter bij u... Zo? Ja. Ja. Ze schreven allebei. Dus het zijn niet alleen mijn moeders brieven. Maar die zijn door haar na de oorlog teruggekregen. Heeft ze teruggekregen van haar moeder. Haar moeder die kreeg die brieven. En die heeft ze bewaard. Een Joodse moeder. Saartje Cohen was dat. En die heeft die brieven aan haar dochter teruggegeven. En zij heeft, mijn moeder heeft alsmaar tegen mij gezegd, luister eens, jij weet dat er brieven zijn. Zal ik vast... Zo? Ja. En dat er brieven zijn op zolder. En ik zei, ja, dat weet ik, maar die zijn niet van mij. En dat heeft ze heel herhaaldelijk gedaan. En een maand voor haar dood heeft ze mij opgebeld en gezegd, luister eens, zou het geschiedvervalsing zijn als ik een aantal brieven eruit zou halen? Ik zei, nou, het zijn jouw brieven, dus je kan ze ook allemaal weggooien. Het is aan jou. Maar waarom zou je dat doen? Toen zei ze, ja, ik vind mij in die brieven, een paar brieven ben ik zo bad. Dat is zo'n uitdrukking wat vroeger werd gebruikt. Dus een beetje een stom mens. Ik zei, nou ja, het is aan jou. En toen ze gestorven was, toen lagen er tussen haar zakdoeken, en die eigenlijk altijd naar de dochter gaan, lagen er een aantal verkreukelde brieven en een mapje met 7 losse brieven. En ik heb het niet aan deze broer verteld, maar ik heb toen heel nagedacht, wat moet ik daarmee? Ze heeft ze niet weggegooid, dus ik denk dat ik ze mag lezen. Maar ik wou dat eigenlijk niet. Dus ik heb er een hele tijd mee gewacht. En op een goed moment ben ik ze gaan lezen. En dat kwam ook omdat ik een kleindochter heb die als enige op de wereld mij gevraagd heeft, kan je wat over opa Hok vertellen en hoe die dood is gegaan? Dus zij heeft dat op een kindermanier, zoals 7 jaar, heeft ze mij gewoon gevraagd, hoe zat dat nou en wat is oorlog nou eigenlijk en waar was jij ondertussen? Nou, dat verhaal heeft me zo geraakt. Dat was gewoon aan de eettafel bij mijn dochter met een balletje gehakt en rode kool. Dus het bleek een heel gewoon gesprek. En op een goed moment zei ze tegen mij, ben je niet verschrikkelijk gaan huilen? Ik zei, nou, dat kon ik maar beter laten. En toen stond ze op van die tafel. Pakte de fluit, de blokfluit. En stampte met haar voeten. En ik zou toch huilen, en ik zou toch huilen. En ging toen een liedje spelen op die fluit. Ja. En dat is dus zeg maar voor mij de reden geweest dat ik dacht, en nou ga ik ze lezen, die brieven. Want deze kleindochter moet toch weten waar ze vandaan komt. En waarom ik er zo lang mee heb gewacht, dat is natuurlijk, het was ook een verhaal. Ik wist natuurlijk wat er gebeurd was, maar ik wou dat liever niet lezen. Dank u wel. Dank u wel dat u dit nu met ons deelt. Een heel dramatisch, indrukwekkend verhaal. Ook heel belangrijk de rol natuurlijk van een volgende generatie, kleinkinderen, die dan soms in hun onschuld of in hun nieuwsgierigheid dingen vragen en ook losmaken. En nu is het zo dat, als ik het goed begrijp, heeft u ook meegewerkt aan het project van Evelien? Ja, Evelien. Evelien is heel nieuwsgierig. Dat is zo duidelijk wel, hè? En ik heb toen besloten om die brieven uiteindelijk openbaar te maken. En dat kostte best enige, wat zal ik zeggen, wilskracht, doorzettingsvermogen. Omdat het niet door iedereen werd prettig werd gevonden. Maar ik had het idee, ik moet dit doen. Dat heb ik, ik weet niet, zo'n soort idee had ik. En ik heb toen een stichting
gemaakt. En daar, die heet Brieven Tan Schepers. En dat is een openbare website geworden. En daar heeft Evelien een rol in gespeeld. Want die heb ik verteld op een of andere manier over dat ik die brieven had. Ik heb haar ook een aantal laten lezen. En ze zei dat zijn historisch zulke belangwekkende brieven. En zo goed geschreven. Ook omdat het een Joodse moeder had ik en een Chinese vader. En wij hoorden niet tot de rijken en we hoorden niet tot de armen, maar zo echt middenin. En het waren hele mensen die ontzettend goed konden observeren en schrijven. En zij heeft me eigenlijk gestimuleerd om dat, nou ja, zo'n openbare website ervan te maken. Dus dat is de rol van Evelien. Ja. Nou, heel fijn. Heel fijn dat dat ook is gebeurd. En ik neem aan dat ook op de websites van de organiserende organisaties ook het correcte adres van de website te vinden is. U heeft mij in het voorgesprek gezegd dat u na afloop van het programma, mocht u vragen hebben aan mevrouw Tan, dan kan dat natuurlijk na het programma nog even. Maar gaat u dan in ieder geval ook naar die mooie website kijken. En mag ik Evelien en Onno even vragen om naast mij plaats te nemen? Want we hebben nu in dit onderdeel van het programma, en dankjewel Nancy jou voor het vasthouden en het aanreiken van de microfoon. We hebben nu ruimte voor één of twee korte vragen. We gaan straks nog in gesprek. Maar nu hebben we eigenlijk ruimte voor één of twee korte vragen voor de pauze aan onze beide inleiders. En Lisa fungeert als uw stem, want die moet via uw stem naar de microfoon in verband met de livestream. Maar u krijgt niet de microfoon. En dat heeft er ook mee te maken dat we echt op de tijd zitten en het wat in de hand moeten houden. Maar is er iemand, en Lisa, jij kunt ook beter kijken, want ik kijk nog steeds in de lampen. Ja, of iemand ik zie daar iemand achter. Een hand opsteekt. Ja. Met de vinger omhoog. Ah. Ja. Ik heb er niets over gevraagd, maar ik heb de woonstelling niet lijken te lezen, maar het zijn vooral de twee. Oh. Nee, ik herhaal de vraag. Excuses. Zou u nog een keer, want dan ga ik die vraag herhalen, zodat de mensen in de livestream uw vraag ook kunnen volgen. Ik heb met belangstelling naar jullie inleiding gelezen, maar het zijn vooral ego-documenten, dus persoonlijke ervaringen. En zo is het ook al genoemd door Koen Klein in de Groen Amsterdam over de revolutie tentoonstelling in het Rijksmuseum. En mijn vraag is dat het ontbreekt een vergelijkend perspectief. Dus en in het Groen Amsterdam Fonds ook vorige week een artikel over de Algerijnse vrijheidsstrijd. En als je het over geweld hebt en over persoonlijke ervaringen, dan als je een paar cijfers noemt, dat in Nederlands-Indië 100.000 slachtoffers vielen op 170 miljoen mensen en dat het leger 150.000 mensen telde. Terwijl in Algerije zo'n Franse leger uit een miljoen met een miljoen soldaten. En terwijl Algerije telt 10 miljoen mensen en er waren 250 tot 500.000 slachtoffers. Ja. Dus het is echt 20 tot 30 keer zoveel. Dus ja. Moet ook dat uiting komen in het geweld. Helder. Helder. Uw vraag is eigenlijk, we hebben het nu gehad over ego-documenten, maar hoe plaats je die ego-documenten nu in een breder kader? Omdat al die verhalen zijn natuurlijk belangrijk en interessant. Maar hoe plaats je nou, en er vindt overleg plaats, hoe plaats je die verhalen nou in context? En ook als het gaat om de internationale context. En de microfoon staat aan, dus eigenlijk fluisteren heeft geen zin, maar die vraag. De context, zowel nationaal als internationaal, en misschien zou ik het breder moeten trekken, hoe verhouden jullie boeken zich nou tot wellicht andere boeken waar met name daarover iets wordt gezegd? Ja, het eerste wat mij te binnen schoot, nu ons overleg toch openbaar is, was eigenlijk dat één deelproject. Dat ging over de internationale vergelijkingen. Dat was werd geleid door Thijs Broekhuis-Zaalberg en Bart Luttekhuis. Er waren diverse wetenschappers uit andere landen. En daarin zijn allemaal vergelijkingen gemaakt tussen Indonesië, Algerije, Brits, Malaya. Op verschillende vlakken. Het ging bijvoorbeeld om
wat dan heet technisch geweld, hè, tussen bombardementen van artillerie, vliegtuigen, seksueel geweld. Dus in die zin werd er wel gekeken van hoe die oorlog in Indonesië zich verhield tot andere oorlogen door koloniale machten. Dus dat was het eerste wat mij te binnen schoot. Ja, ik wil ook wel wat zeggen. Ja. Wat betreft die ego-document, ik dacht eigenlijk dat het meer naar jou zou gaan. Maar Nee, ik kan daar ook wel wat over zeggen. Kijk, zoals ik uitlegde, waren wij echt een heel ander soort project, hè, met een ander doel. Maar een van de doelen was ook wel om het materiaal dat wij verzamelden door te spelen naar de onderzoekers. En eigenlijk zijn dat soort ego-documenten dan maar één onderdeel, misschien soms een ondersteunend onderdeel, van een hele reeks aan andere documenten. Laat ik even heel helder zijn hoe indrukwekkend persoonlijke verhalen ook zijn, en dat hebben we net ook gehoord, hè, toen Lisa aan het woord was. Maar dat kan natuurlijk nooit als één zo'n verhaal, en ook niet 10 van die verhalen, als alleen bewijs. Dus het is echt heel erg ondersteunend materiaal. Ja, inderdaad, nu begrijp ik wat je bedoelt. Ja, kijk, we hebben dankbaar gebruik gemaakt van wat getuigen en tijdgenoten heeft opgeleverd. Maar daarnaast hebben we natuurlijk inderdaad nog heel veel andere bronnen geraadpleegd. Hè, uit archieven, kranten, noem maar op. En in dat boek Over de Grens staat ook een hoofdstuk waar het gaat over die internationale dimensie van het hele conflict en die vergelijking. En dat boek is eigenlijk ook een soort van spoorboekje voor de rest van het onderzoek, zou je haast kunnen zeggen, omdat een aantal boeken, zoals dat van Onno en Esther Ketter, nog moet gaan verschijnen. Datzelfde geldt ook, dacht ik, voor nog andere boeken uit de reeks. Hè. Dus uw punt is denk ik een heel valide punt. En ik denk dat onderzoek eigenlijk ook vooral een reden is om nog meer te gaan nadenken, nog meer te gaan lezen. En u kunt daar in de pauze, als u die boeken koopt, ik heb geen aandelen in die boeken. maar weet u wat het is? En u verwijst naar het artikel in De Groene. Het is denk ik altijd goed dat we lezen, dat we steeds meer informatie tot ons nemen, om dan ook onze meningsvorming aan te scherpen. Dus dank voor u, vraag en opmerking. Zie ik nog Peter. Een andere? Ja, Peter. Ah, Peter. Peter Bouwman. De vraag is, ik herhaal hem toch heel even via de microfoon, gaat nu over bronnen. Mm-hmm. En de vraag van Peter Bouwman is, in hoeverre is er ook gebruik gemaakt van het bronnenmateriaal wat bijvoorbeeld is verzameld in het kader van wetten zoals de WUBO? Ja, nou, daar hebben we zeker veel gebruik van gemaakt. En dan ook hebben we ons dan vooral voor dat het tellen van die slachtoffers hebben we daar ook naar gekeken. Hebben we verschillende zoektermen gezocht om te zien of daar nog namen naar voren kwamen van slachtoffers. Tegelijkertijd hebben we ook breder gekeken. En wat wel opviel was dat het ook hele persoonlijke indringende getuigenissen waren. En vaak nog wel indringender dan de officiële rapportages van de opsporingsdienst over lenenden die je in de archieven kunt vinden. Omdat het mensen waren die het zelf hadden meegemaakt of misschien van dichtbij van hadden horen zeggen. En daardoor de details nogal levendig en gruwelijk waren. Dus dat was een hele mooie bron waar niet veel gebruik van wordt gemaakt tot nu toe, naar mijn idee. Ja. Dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik, Peter. Maar dankjewel. Ik kijk ook even naar mijn klok. Want er is koffie en thee in de pauze. Heel belangrijk. Er is de boekenstand. We moeten op tijd weer terug, want het programma gaat verder. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat als u nog vragen heeft, dat u die bewaart voor het gedeelte na de pauze. En ik zou u nu graag willen uitnodigen voor de pauze, de koffie en thee. En nu, laten we zeggen, over een goed kwartier kom ik u persoonlijk weer ophalen en gaan we verder met het programma. Dank u wel.
Goed dat u weer terugkomt, geachte aanwezigen. Het was ook goed druk bij de koffie en thee, maar ook goed druk bij de boekenstand. En dat is natuurlijk altijd een heel goed teken. Het is gezegd door Evelien Buchheim. U kunt de e-books downloaden op de website van het onderzoeksprogramma. En van, of via de website van het onderzoeksprogramma bij de uitgever. En dat is, als ik mij niet vergis, Amsterdam University Press en Walburg. Alleen Amsterdam University Press. Maar inderdaad, zo'n boek wat je in je handen kunt houden en kunt bladeren. Ja, daar gaat toch echt niks boven, moet ik zeggen. En terwijl de laatsten van u binnenkomen, mag ik u, en dat doe ik met ontzettend veel genoegen, twee bijzondere artiesten aankondigen. Hato Sumaharjo en Anna Makkaloy zijn eigenlijk onderdeel van de steun en toeverlaat van Stichting Julius Leeft, John Leerdam. En hebben de afgelopen jaren bij al die bijzondere projecten die door John Leerdam en de stichting zijn gemaakt, kun je eigenlijk altijd ervan op aan dat de muziek van ontzettend hoge kwaliteit is. En dat komt mede door de twee geweldige muzikanten die hier voor u staan. Dus mag ik u vragen om een hartelijk applaus voor Hato Sumaharjo en Anna Makkaloy. Divo sinara.
menjadi pintu bagi bangsaku. Ku minta daripadamu, Syu Tanjung, jangan jatuh ke tangan musuh. Het is heel altijd een mooie traditie dat er mooie muziek wordt gemaakt. En na de geluiden van geweld waarover eerder werd gesproken, is het altijd goed om ook andere geluiden op zo'n bijeenkomst zoals deze te kunnen laten horen. We gaan nu snel verder met de derde spreker van ons programma. Yossi Bisono is schrijver, journalist, heeft een lange carrière bij de Wereldomroep achter de rug, woont al enkele decennia in Nederland, bekijkt ook de ontwikkelingen en de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië met een Indonesische bril, maar ook met een bril die ook gekleurd is door al die ervaringen in Europa en in Nederland. Jos is schrijver van historische fictie en non-fictie. En we zijn heel blij dat hij vanmiddag bij ons is. En dus Jos, the floor is yours. Goedemiddag, dames en heren. Ja, hier wil ik het over hebben. Mijn taak vanmiddag is commentaar te leveren op de onderzoekresultaten als een Indonesiër. Laat ik vooropstellen dat ik over het algemeen eens ben met de onderzoekresultaten. Het geweld aan het begin van de Indonesische revolutie vond over en weer plaats en trof niet alleen één bepaalde etnische groep. Elke bevolkingsgroep kon het slachtoffers worden. Ook de dader waren afkomstig uit verschillende groepen. In het boek Over de Grens op pagina 173 staat dat de Japanners, Britten en Nederlanders bijdroegen aan de dynamiek van de gebeurtenissen door de inzet van geweld tegen Indonesische burgers. Mijn opmerkingen zullen deze conclusie niet in twijfel trekken, maar zullen zich concentreren op aspecten waarvan ik denk dat ze in Indonesië nu nog terug te vinden zijn. Ik zal ook proberen enkele voorbeelden te geven die de conclusie versterken, maar niet te lezen zijn in de onderzoekresultaten, zoals weergegeven in het boek Over de Grens. Bersiap, siap en bersiap, siap. En het is mij ook ontgaan eigenlijk het woord siap siaga. De onderzoekers stellen dat bersiap een Indonesisch woord is. Maar aan de andere kant wordt ook gesteld dat tot 2012
67 jaar later dus, bersiap in Indonesië een vrijwel onbekend begrip was. De voorbeelden over een eventuele nieuwe bersiap of tweede bersiap komen uitsluitend uit Nederlandse kranten. Dat is te lezen op footnote 129. Als een Indonesiër kan ik zeggen dat het woord bersiap inderdaad geen gangbaar Indonesisch woord is. Het kan zijn dat dit woord uit het verleden stamt, maar tegenwoordig zeggen we siap, betekent gereed staan of bersiap-siap en dus niet bersiap. Dus daar, ik heb dit foto van Soekarno eigenlijk genomen uit het tentoonstelling Revolutie bij Rijksmuseum. Het gaat mij eigenlijk, ja, het beeld is eigenlijk niet echt zo mooi, dat was natuurlijk in de jaren 40 van vorige eeuw, maar het gaat mij om het woord siap. Daar. En dan bersiap is dus in Nederland en siap en in Indonesië gebruiken wij dus siap, bersiap, siap en nog eens wat Pater van Beek toen noemde, siap siaga. Het begrip bersiap ontstond in Nederland binnen de Indische gemeenschap en werd gekoppeld aan het geweld dat in Indonesië losbarstte kort na de proclamatie van 17 augustus 1945. Als in Indonesië het woord zelf niet echt gangbaar is, wordt het al helemaal niet gekoppeld aan het geweld dat plaatsvond na de uitroepen van de Republiek Indonesië. En inderdaad, de woorden siap of bersiap siap en siap siaga hebben niets te maken met geweld. Wat heeft het klaarmaken voor de onafhankelijkheid nu te maken met geweld? Hoor ik een mede-Indonesiër zich afvragen. Dat in Indonesië het woord bersiap niet gangbaar is, wil niet zeggen dat Indonesiërs onwetend zijn over de periode van geweld dat die plaatsvond na de proclamatie van 17 augustus 1945. De schrijver Idrus, daar is hij, publiceerde al in 1948 zijn verhaal Surabaya. Met een cynische ondertoon, een betrekkelijk nieuwe schrijfstijl in het Indonesisch, beschrijft de uit Minangkabau in West-Sumatra afkomstige schrijver Idrus nauwkeurig in 9 korte verhalen de gebeurtenissen in Surabaya na het vlagincident bij het Yamato Hotel. Bij het Yamato Hotel moet ik zeggen. Dat in de Nederlandse tijd bekend stond als het Oranje Hotel. Hij spaarde niemand, ook niet de Indonesische jeugd, die tegen de Nederlanders en geallieerden vochten. Een mooie jonge Javaanse vrouw werd gearresteerd omdat ze een witte jurk draagt met rode sjerp en blauwe schoenen. Rood, wit, blauw is natuurlijk ook de kleur van de Nederlandse vlag. Zou deze jonge dame geen Nederlandse spion zijn? De vrouw wordt gemarteld totdat ze flauw valt. Pas dan ontdekt men dat ze zwaarteschoenen draagt. Hoewel de vrouw de jonge mensen die haar martelde vergeeft, schrijft Idrus dat deze pemuda's bestraft moesten worden. Een andere en meer recente schrijver, Iksaka Banu, laat zich ook inspireren door het geweld dat zich in Batavia, Jakarta, afspeelde aan het begin van de Indonesische Revolutie. In 2012 publiceerde Banu zijn verhaal Selamat Tinggal India, Vaarwel India. In 2014 is dit verhaal opgenomen in zijn verhalenbundel Semua untuk India, Alles voor India, over lotgevallen van Nederlanders en Indische Nederlanders na de Japanse capitulatie. Toen Banu Nederlands, terwijl Idrus met voornamelijk Indonesische karakters kwam, voert Banu Nederlandse karakters op. Niet zomaar een Nederlander,
maar een Nederlander die een onafhankelijk Indonesië een warm hart toedraagt. Greetje, oftewel Maria Gertruida Welwillend, de hoofdpersoon van het verhaal, was ook bekend als Gordel van Smaragd of Ibu Pertiwi in haar werk als Indonesische spion. Het is weliswaar vaarwel Indië, maar voor haar is het ook welkom Indonesië. Banu is zeker kritisch tegenover de Pemudas, die volgens hem de grens tussen strijd en slecht handelen uit het oog verloren. Nogmaals, het woord bersiap is niet gangbaar in Indonesië. Terwijl het geweld na het uitroepen van een Indonesia Merdeka, onafhankelijk Indonesië, niet alleen te vinden is in de Indonesische historiografie, maar ook in de Indonesische fictie. Zowel Idrus als Banu hanteren het woord bersiap niet. Idrus gebruikte het woord gedor en Banu hanteren geen specifieke terminologie. Daar staat erop eigenlijk menggedorkah dia. Het is van menggedor, de tweede van de onderste. Gedor betekent dus dat geweld. Bersiap is dus niet de enige term. In Indonesië kent men andere termen om dit geweld aan te duiden. Behalve gedor of gedoran zijn er ook nog ngeli en dombreng, zoals door Onosinke is genoemd. Maar die zijn allemaal ook te zien op de revolutietentoonstelling in het Rijksmuseum. Wat zegt het dat er verschillende terminologieën gebruikt worden? Het zegt volgens mij dat het geweld door verschillende bevolkingsgroepen ervaren is en niet alleen door de Nederlandse of Indische gemeenschap. Een ander punt dat ik graag van commentaar wil voorzien, betreft de bamboe runcing, oftewel bamboesperen. In het hoofdstuk Haat tegen vreemde elementen en hun medeplichtigen, op pagina 140 van het boek Over de Grens, lezen we: de bamboe runcing, maar ook messen, dolken en krissen, werden als wapen gebruikt in de vroegste en zeer gewelddadige fase van de Indonesische revolutie. Op zich is het een juiste constatering dat tijdens de gewelddadige periode bamboe runcing, messen, dolken en krissen werden gebruikt. Maar in het boek lezen we ook dat de graven van Indonesische vrijheidsstrijders, pejuang, zijn voorzien van een vlaggenstok die de vorm heeft als een bamboespeer met een scherpe punt die soms rood is geverfd, als het ware de speer doordrenkt met het bloed van de vijand. Hier zeggen de auteurs dat pejuang ook geweldpleger zijn aan het begin van de Indonesische revolutie. Maar is het wel zo? Het woord pejuang of strijder is meer van toepassing op de Indonesische jeugd die met minimale bewapening ten strijde trokken tegen Nederlandse troepen. Pejuang is met andere woorden meer gangbaar voor slachtoffers van het Nederlands geweld. Het begrip bamboe runcing is gebruikt om aan te duiden hoe eenvoudig of primitief zelfs Indonesische wapens waren ten opzichte van de moderne Nederlandse bewapening. Bamboe runcing is misschien voor Nederlandse begrippen een symbool van Indonesische daderschap aan het begin van de Indonesische revolutie. Maar voor Indonesië is bamboe runcing juist symbool van slachtofferschap tegenover Nederlandse moderne geweren. In zijn verhaal Surabaya beschreef Idrus dat de jeugd met bamboesperen, tombak bamboe, gewone tanks in beslag konden nemen. Maar de reuze tanks, met een lengte van 20 meter, schrijft hij, die samen optrokken met gevechtsvliegtuigen,
waren de oorzaak van hun verlies. Voor Nederland is bamboerunting belangrijk aan het begin van de Indonesische revolutie als bewijs van Indonesische vrijheid. Maar voor Indonesië is bamboerunting belangrijk voor de latere verloop van de revolutie toen Nederlandse troepen kwamen om militaire agressie te plegen. De Indonesische jeugd trok toen ten strijde met bamboesperen, terwijl Nederlandse troepen over moderne wapens beschikten. Zij die toen omkwamen noemen we pejuang. Het verschil van slachtoffers en daders kan alleen worden waargenomen door de chronologie goed in acht te nemen. En ik hoef hier toch niet te benadrukken hoe belangrijk chronologie is in de geschiedenis. Geschiedenis is chronologie. Als we het over Indonesische daderschap hebben, dan moeten we het over het geweld aan het begin van de Indonesische revolutie hebben. En niet over het geweld waarbij Indonesische slachtoffers waren van moderne Nederlandse wapens toen de Nederlandse troepen eenmaal aanwezig waren in de archipel. Vandaag de dag staat bamboerunting als monument in het centrum van Surabaya. Ziet u dat? De reden hiervoor is natuurlijk omdat bamboerunting Indonesische slachtofferschap en heldendaad symboliseert. Er komt vast een moment in de toekomst dat een verklaring wordt toegevoegd bij het monument dat onschuldige Nederlandse en Indische vrouwen en kinderen ook slachtoffers waren van bamboerunting. Toegegeven. Het fenomeen Jago is ook in het hoofdstuk behandeld. Zij het heel kort. Hier is sprake van criminele gelegenheidsmotieven voor geweld, zowel collectief als individueel. Jago is beter geschikt om de dader van dit geweld te labelen dan pejuang. Behalve Jago, in Noord-Midden-Java, rondom Pekalongan, kent men het begrip lenggaong. Volgens de Australische historicus Anton Lucas speelde lenggaong een belangrijke rol in de massa-actie tegen, zo niet vermoorden, de leden van de Indonesische bestuursapparaten na het uitroepen van de Republiek Indonesië. Lucas deed onderzoek naar verschillende belangrijke figuren van lenggaong in Pekalongan en omstreken. Aan de Indonesische daders van geweld wordt in het onderzoek veel aandacht besteed. Maar in de beginfase van de Indonesische revolutie werd geweld niet uitsluitend door Indonesiërs gebruikt. Op pagina 151 lezen we dat Nederlandse strijdgroepen in Batavia, Jakarta, wraak namen op Indonesische burgers. Dit is een sumier voorbeeld van het Nederlands geweld. Graag zou ik een ander voorbeeld willen toevoegen. Niet uit eigen onderzoek, maar uit onderzoek van de Amerikaanse historicus William Frederick. Aan de linkerkant is het boek van Anton Lucas, waarin lenggaong zit. En dan aan de rechterkant is het artikel van Bill Frederick. Op pagina 163 van het boek Over de Grens lezen we de naam Zainul Sabarudin. Als militieleider verwierf Sabarudin binnen enkele weken een reputatie van sadisme en bloeddorst. William Frederick ontdekt dat Sabarudin een Indische chauffeur had. Hij stond bekend onder zijn Indonesische naam Usman. En net als zijn baas deed Usman ook mee in de moorden in Pacet, Oost-Java, waar Sabarudin huis hield. Usman was niet de enige die vrolijk meedeed aan de moorden. Er was ook een andere Indische man die bekend stond onder zijn Indonesische naam Benu, maar blond haar had. De historicus Frederick onthult
alleen de initialen van hun namen. Ousmane, de chauffeur, heette LCE en Benou KP. Om het verhaal nog ingewikkelder te maken, was er ook nog een Indonesiër, de zoon van de chauffeur die werkte voor een Nederlandse familie. Hij stond bekend met de naam van zijn vader, van zijn vaders werkgever, maar deed mee aan de moorden. Er is een massagraaf ontdekt in Pathet. Het bevat 77 slachtoffers, waarvan 47 Indonesiërs waren. Sabarudin-slachtoffers waren dus niet alleen Nederlanders of Indische Nederlanders, maar ook zijn eigen Indonesische volk. Hier zien we, zoals de auteurs ook benadrukten, hoe fluïde de positie van slachtoffers en daders zijn. Nederlanders en Indische Nederlanders waren niet alleen slachtoffers van het geweld aan het begin van de Indonesische revolutie, ze waren ook daders. Zo ook Indonesiër. Hier speelt ras dus geen een ondergeschikte rol. Het gaat meer over loyaliteit. Moorden werden niet zozeer begaan vanwege ras of etniciteit, maar meer vanwege twijfelachtige loyaliteit. Als men hardstarrig blijft volhouden dat deze moorden racistische motieven hadden, dan mikt men ongetwijfeld op het genocideverdrag van de VN. Er zijn mensen die het extreem geweld aan het begin van de Indonesische revolutie als genocide willen bestempelen, zoals de Holocaust tegen de Joden. Maar dan moeten ze eerst met bewijs komen dat alleen Nederlanders of Indische Nederlanders slachtoffers waren, terwijl het overduidelijk is dat ook andere bevolkingsgroepen slachtoffers waren. En dan moet er ook nog een bevel tot moord worden gevonden. Zoiets als Wannsee-conferentie, waar de nazi's besloten tot de endlösung, de vernietiging van de Joden. De onderzoekers hebben echter geschreven dat ze geen bewijs hebben gevonden voor een centraal bevel om tot moorden over te gaan. Tot slot nog even dit. Toen in 2016 het kabinet tot dit grootschalig onderzoek besloot, zei premier Rutte dat zijn voorwaarde om in te stemmen met dit onderzoek is dat wat hij Indonesisch geweld noemde ook zou worden onderzocht. En nu ligt het onderzoek van de Nederlandse onderzoekers er. Nu hoop ik dat ook de Indonesische historici het Indonesisch geweld zullen gaan onderzoeken. Een vrij en onafhankelijk onderzoek, zonder opdracht van de politiek. Waarom? Omdat de Indonesische bronnen veel te weinig zijn gebruikt in dit onderzoek. Ik dank u wel. Dankjewel. Dankjewel Jos voor een mooie en scherpe bijdrage waarbij je ook een aantal vragen stelt. En ik wil je eigenlijk graag uitnodigen om weer te komen en aan tafel plaats te nemen. Datzelfde geldt ook voor Evelien en voor Onno. Er is al water, dus we kunnen eigenlijk direct van start. En ik zou eigenlijk in eerste instantie willen vragen aan Evelien en Onno. Je hebt gezien, hè, Jos heeft heel nauwkeurig de boeken, het boek gelezen, tot aan de voetnoot toe. En dat zie je, Jos, dat ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat we, als we wat vinden ergens van, dat we ook de moeite hebben gedaan om kennis te nemen van wat er is geschreven. Maar als ik jullie nou zou willen vragen om een eerste reactie te geven, bijvoorbeeld op dat laatste punt, waarin Jos zegt, ja, ik vind eigenlijk toch alles overwegende, kennis genomen hebbende van het onderzoek, dat de Indonesische betrokkenheid, dat die eigenlijk te beperkt is geweest. Jij noemde Odi
als een van de mede-samenstellers van jullie boek. Er zijn ook andere historici betrokken geweest vanuit met name de Universiteit Gajamada. Maar dat punt wat Jos maakt. Zal ik gelijk reageren? Ja, tuurlijk. Om te beginnen vond ik het een hele mooie bijdrage, Jos, waarvoor mijn dank. Ik denk dat je volledig gelijk hebt. Dat is natuurlijk niet zo handig voor een discussie. Maar er hadden veel meer Indonesische bronnen gebruikt moeten worden, idealiter. Ik denk dat er wel eigenlijk in twee projecten is er echt wel op bredere schaal samengewerkt met Indonesiërs. En dat is in het ons project Getuigen en Tijdgenoten en in het project Regiostudies, waar echt gewoon intensief samenwerking is geweest. Jullie hebben volgens mij ook nog wel samengewerkt met Indonesiërs. De bronnen was natuurlijk om verschillende redenen toch wel een probleempje. De toegang daartoe was niet altijd makkelijk. Zoals je weet is er eigenlijk de afgelopen jaren werd er in Indonesië niet echt gewacht op dit onderzoek in de zin van, het was duidelijk echt het Nederlands onderzoek. En tot slot, ik vind het zelf een beetje flauw klinken, maar de hele coronapandemie heeft natuurlijk ook niet geholpen. Ja. Maar je hebt wel gelijk. Ik denk dat er uiteindelijk die Indonesische bronnen, eigenlijk alle bronnen, Indonesische bronnen, zouden meer hier gebruikt moeten worden. Nederlandse bronnen zouden meer daar gebruikt kunnen worden. Maar wat nog veel belangrijker is, en dat zeg jij eigenlijk ook, is dat er onafhankelijk Indonesisch onderzoek ook naar deze periode zou moeten komen. Dus ja, ik ben het met je eens, helaas. Onno, Evelien zegt het al, hè, want jullie hebben contact gehad, samengewerkt met Indonesische collega's. En dat is natuurlijk met name ook voor jullie onderzoek van belang geweest. Kan je daar misschien iets over vertellen, maar ook de uitdagingen die jullie daarin tegenkwamen? Ja, zeker. Ja. We trokken eigenlijk gezamenlijk met dat project Regiostudies op. We zijn daar tot de coronapandemie toesloeg jaarlijks naartoe geweest voor een workshop. En daarnaast ook voor aanvullend nog voor reis om informatie op te doen. Die workshops waren wel echt een verrijking van het perspectief, vond ik. Kan het niet zonder, vind ik. Om maar een voorbeeld te noemen, ik had er nooit zo bij stilgestaan, maar voor sommige Indonesiërs gewoon het Nederlandse koloniale rijk in 1942 gewoon voorbij was. En dat wat er daarna gebeurde was eigenlijk meer recolonisatie dan decolonisatie. Dat heeft er ook mede toegeleid dat we ook nu in het programma de onafhankelijkheid als gewoon naar voren hebben gebracht als het Indonesisch perspectief. Ja, die uitdagingen, dat was inderdaad. Nee, ik ben het, dat is ook een beetje saai, maar ook volledig met Jos eens. Er is ook een grote frustratie wel geweest. Want inderdaad, wat Evelien zei, die toegang tot die Indonesische archieven, dat lag lastig. We hadden allerlei contacten opgedaan om workshops te doen, om te kijken wat er nog gewoon op plekken waar geweld had plaatsgevonden, wat daar nog aan getuigenissen kon worden verzameld of herinneringen, verhalen die waren doorgegeven. Evelien heeft één workshop gedaan in Semarang, als ik goed heb. Hè? Ja, dus eentje in Jogja. Ja, precies. En we hadden nog plannen om meerdere workshops te doen, onder andere in Medan, in Malang, in De Pok. En dan, op die manier hadden we hopelijk toch nog een wat rijker bronnenmateriaal kunnen krijgen. Maar goed, ja, toen kwam corona, toen viel dat in het water. Wat we gelukkig nog wel hebben kunnen doen, is dat we onderzoeksassistenten aan het werk hebben kunnen zetten. Die hebben heel veel Indonesische literatuur gevonden. Een deel daarvan is in het hoofdstuk terechtgekomen, wat jij zo nauwkeurig hebt gelezen. Maar een groot deel ook wel in het boek wat nog zal verschijnen. Natuurlijk, zeker als we dan schrijven over dat Indonesische geweld, dan zou je nog meer materiaal willen hebben. Dus ja, helaas. Helder. Wat jij ook zegt, en het kwam eigenlijk in jullie verhalen allemaal wel een beetje naar voren, dat
Natuurlijk, je zou kunnen zeggen dat onderzoek is aan de ene kant heel erg gericht op dat geweld. Mm-hmm. Dat betekent dat, dat Oost-Indonesië, jij noemde Makassar, direct na de oorlog, waar je dat geweld over en weer dan ziet gebeuren. De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk eerder voorbij in Oost-Indonesië, zou je kunnen zeggen. De herbezetting, de komst van de Nika, die gehate Nika voor de een, eigenlijk maar ook de redders voor de anderen. En dat maakt het allemaal ingewikkeld. Hè. Er is een mooi project geweest over oorlogserfgoed in de Molukken en in Papua, heeft geresulteerd in een mooie website. En dan zie je dat Papua al in 1944 wordt bevrijd door de Amerikanen. In dat kielzocht komt de Nika natuurlijk mee. En daar komen ook al die plannen vandaan, ook voor dat federale verhaal. Maar wat het mij ook wel treft, en dat komt in jouw verhaal, Jos, dat jij eigenlijk het ook hebt over terminologie. Mm. Over welke termen zijn nou belangrijk voor wie? En kunnen die termen naast elkaar bestaan of concurreren ze elkaar? Jij noemde een aantal andere termen, Jos. En hoe zou je dat nou willen duiden? Stel je voor, iemand, een Indonesische collega, vriend, familielid vraagt jou, zegt Jos, ik lees dat ook wel, dat waait voor een deel over naar de Indonesische pers, die Nederlanders met hun Bersiap. Hoe zou je dat dan uitleggen? Of waarom die term Bersiap voor heel veel mensen hier in de zaal, maar ook voor andere mensen, zo belangrijk is, terwijl dat, je hebt dat mooi laten zien, in Indonesië of een hele andere betekenis heeft, of het mensen niks zegt. Ja, dus het zegt niks. Met de tentoonstelling in het Rijksmuseum is er natuurlijk ook discussie gewakkerd, en ook in Indonesië. Mm-hmm. En dan hoop ik dat ook de Indonesische termen ook weer in herinnering wordt gebracht. Dat het ook zoiets is gebeurd. En nou ja, mijn familie is, meeste families zijn Indische mensen van mijn familie. Maar goed, ik ken ook mensen die hun familie, trouwens hij is nu in Nijmegen, zijn familie is helemaal uitgeroeid. Hij komt uit Medan vandaan. En hij was een plaatselijk bestuur. En zijn familie is helemaal weg. Zijn oom, zijn vader leeft nog, maar zijn oom, zijn opa en nog andere families zijn helemaal uitgeroeid in de periode. Dus ja, dat periode die moet sowieso herleefd worden in Indonesië. Waarom? Niet alleen om mensen in herinnering te brengen dat het bloedvergieting is gebeurd in 1945 tot 1949, maar ook als een, volgens mij, als een aanleiding om verder door te gaan tot 1965. Voor Indonesiërs in 1965 heel erg belangrijk. En daar is dus eigenlijk, ik hoop eigenlijk met dit onderzoek. Ik was eigenlijk niet echt enthousiast daarover, zeker omdat het een opdracht is van de Nederlandse regering. Maar nu dat het resultaat er is, hoop ik dat het een aanleiding kan zijn voor een verdere onderzoek en verdere bewustwording van geweld en ook 65. Evelien die popelt om wat te zeggen over, over dat. Ik popel om twee dingen te zeggen. Ja. Het eerste is dat het geen onderzoek in opdracht is. Het is alleen gesubsidieerd door de regering. Okay. Ja, nee, goed, maar dat is toch wel echt een verschil. Maar dat was niet het belangrijkste. Ik wilde eigenlijk iets anders zeggen over die terminologie, hè, waar jij het over had. Want dat is inderdaad gewoon heel belangrijk. In ons boek heeft Odi een stuk geschreven over de termen Bersiap en Merdeka. He, en legt daarin ook uit hoe dat verschillend in die beide landen gezien wordt. En eigenlijk legt hij vooral ook uit hoe in Indonesië daarnaar gekeken wordt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is misschien toch ook nog wel goed om te benadrukken dat ons boek tweetalig is. Ja. Dus het is in Nederland verschenen, in het Nederlands en het Indonesisch. En deze maand verschijnt het ook in Indonesië, bij Obor. Ook in het Indonesisch en het Nederlands. Hè. Dan zijn net de kolommen met talen omgedraaid. Maar ik denk dat dat wel echt een heel belangrijke bijdrage is, toch ook
Ons project was net iets anders en is niet het hele onderzoek, maar wel om de discussies en wat er allemaal leeft onder mensen te laten zien, denk ik dat het wel echt cruciaal is dat dat in twee talen verschenen is en in een goedkopere versie ook, hè, of en lokaal ook in Indonesië verschijnt. Ik denk dat dat heel belangrijk is, die tweetaligheid, toegankelijkheid, ook qua prijs. En daarom is het feit dat de boeken ook als e-book verschijnen, is ook wel handig. Want als je 12 boeken zou moeten kopen, ja, dat is tegenwoordig toch... Nou ja, het is nog niet eens de maandrekening van de energie tegenwoordig. Maar het verspreidt het hele jaar, hoor. Het is een fix bedrag. Ja, maar het past ook niet. Het past ook niet bij een onderzoek wat uit overheidsgeld voor een groot deel gefinancierd is. Dus ik bedoel, dan moet je het ook eens beschikbaar. Hier. Ja. Aan het einde van in het overkoepelende boek, zou je kunnen zeggen, of de grote samenvatting, om het wat oneerbiedig te zeggen, over de grens, staat de epiloog van Hilmar Farid, is een van de meest vooraanstaande historici uit Indonesië, maar ook de directeur-generaal van het ministerie van Cultuur en Onderwijs. En hij, aan de ene kant heeft hij lof voor het onderzoek en aan de andere kant zegt hij ja, ook als het gaat om de Indonesische bronnen, dan hebben jullie vooral gericht op die officiële bronnen, terwijl andere bronnen eigenlijk veel belangrijker zijn. En hij zegt ook, in de toekomst, als je weer onderzoek zou moeten gaan doen, zou je eigenlijk echt moeten nadenken over hoe dat zou moeten worden georganiseerd. Hij gooit echt in die zin niet de knuppel in het hoenderhok, maar hij zegt echt, je moet in de toekomst moet je echt na gaan denken over hoe je dit soort onderzoek gaat organiseren. En Jos, jij maakte die lijn al naar 1965, de gewelddadige omwenteling die heeft plaatsgevonden, de massamoord die heeft plaatsgevonden. Je noemde ook dat beladen woord genocide, wat natuurlijk heel vaak wordt gebruikt, maar waar allerlei kanten aan zitten. Even een bruggetje naar Onno. Tijdens de presentatie van jullie onderzoek heb je ook gezegd, de naam Bill Fredericks is gevallen. Wij hebben op basis van dat onderzoek geconstateerd dat het aantal slachtoffers aan Nederlandse kant, zeg ik dan maar kort door de bocht, wat lager is dan op een gegeven moment is verondersteld. Toen jullie tot die conclusie kwamen, tijdens dat onderzoek, moesten jullie niet ook een beetje slikken, omdat om een of andere reden doen getallen ertoe. En 20, 30.000 is dan erger dan, en jullie komen zo om en nabij de 6.000, wat natuurlijk ook al een heel hoog aantal is. Kan je daar iets over zeggen? Wat doe je dan? Hè? Je bent historicus, je doet een serieus onderzoek, en dan kom je op een lager getal en je weet dat in ieder geval iets is waar mensen echt, nou ja, niet overvallen, maar wel iets van vinden. Ja, daar waren we ons natuurlijk wel van bewust dat het gewoon heel lastig zou zijn voor mensen. Ik denk wel dat het belangrijk is om erbij stil te staan van dat gewoon elk van die 6.000 mensen is wel een persoon die is omgekomen en die heeft ook familie, nabestaanden. Dus er is gewoon enorm veel leed. Hè. Mm-hmm. Het wil niet zeggen als er meer mensen zijn overleden dat dan nog erger is. Dit was al heel erg. En ja, we dachten wel, we kunnen niet zomaar die gegevens het publiek ingooien. Dus we wilden ook stil bestaan bij de impact die dat leed heeft veroorzaakt. Aan de Nederlandse kant, maar ook aan de andere kant. Want we hebben ook aandacht gevraagd voor het aantal Indonesische slachtoffers, Chinese, Britten en Japanners. En daarom hebben we ook besloten om gewoon toch even stil te staan, een moment van stilte bij die slachtoffers. Mm-hmm. Dus ja, het was niet gemakkelijk om te doen, maar goed, ja, we dachten wel van we willen dit wel we moeten het wel delen. Ja, en ik begrijp dat een van de mensen die een lange tijd, en ook dat is een gezaghebbend Australisch historicus, Robert Cripp, heeft gezegd, ik ging ook altijd uit van die hogere cijfers, maar ik ben overtuigd door jullie argumentatie dat het een lager getal is. Hè? Dus dat zie je hem natuurlijk. Mm. Jos, als ik dan weer even terug ga naar jou.
direct na het onderzoek heeft ook inderdaad de Mensenrechtencommissie in Indonesië, als ik me niet vergis, ook gezegd, we moeten ook hetzelfde soort eerlijkheid durven te betrachten als het gaat om 1965. Dat vond ik een moedige uitspraak. Ja. Maar denk je dat dat het ook wel, wishful thinking is misschien te groot gezegd, maar loopt die Mensenrechtencommissie wat dat betreft niet heel erg voor de troepen vooruit? Ik twijfel ook eigenlijk eerlijk gezegd aan de onafhankelijkheid van deze Mensenrechtencommissie. Ja. De vorige twijfel ik niet zo, maar deze is wel. Het is allemaal politiek getint, door politici in het parlement opgericht. Dus ja. Maar goed, er zijn nog andere redenen om iets voorzichtiger en ook optimistischer te zijn. Namelijk, ik denk dat medio jaar februari was dat. Er is een CAPRES, dus een bepaling van de president, over wat wij noemen in de historiografie Seranganumum Satu Maret. De grote aanval op Jogja. In maart aanval, grote aanval van de Indonesiërs. En daar bij de nieuwe bepaling van Jokowi. Ik moet echt zeggen dat toen Suharto nog aan de macht was, was het echt een hele mythe dat door hem is uitgevoerd. Ja. En terwijl hij eigenlijk een ondergeschikte kapitein was. Het was eigenlijk het idee van andere generaals en dan ook gecommuniceerd naar Sudirman. En dan ook, eigenlijk Sudirman heeft het eigenlijk van de sultan, Hamengkubuwono de IX, gehoord. Dat het mm-hmm. dit het goede moment is om een opstand te doen in Jogja, zodat het aandacht kreeg van de VN. Dat was eigenlijk de bedoeling. Nou ja, in de tijd van Suharto was dat eigenlijk, dat is allemaal idee van Suharto en het ook door Suharto uitgevoerd. Maar nu, met de nieuwe bepaling van Jokowi, staat erop, staat de naam Suharto helemaal niet meer in. Ja. Dus ja, dat is dus nu eigenlijk, en ik vroeg dus Bonnie Triana, waar gaat dit naartoe? Zeg zo, waar gaat dit naartoe? Gaat het ook naar 65? Vroeg hem. Dan zei hij, ja, ik durf het nog niet te zeggen, maar als de trend wordt, misschien zou het kunnen. Ja. Dus ik denk dat het twee oorzaken heeft. In de eerste instantie was de IPT, die toen in 2015 in Den Haag is georganiseerd, en toen viel het woord genocide op. Viel het woord genocide. Waarom? Omdat de Chinezen waren toen slachtoffers in 65. De Chinezen was als een bevolkingsgroep mm-hmm. gezien. Ja. En zodoende is 65 dus een genocide. Hm. En twee dus, met dit onderzoek, van dit groot onderzoek, is het eigenlijk ook ook een eye-opener voor het Indonesisch publiek, dat er toch bloedvergieten was tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Ja. En ook niet alleen maar, dus niet bloedvergieting in de zin dat het niet alleen maar Nederlanders aan Nederlanders wordt gedaan, maar ook Indonesiërs zelf dat meedeed aan het. Dus dat is eigenlijk wat Bersiap is. Maar mijns inzien is het eigenlijk ook een boost geweest om mensen een eye-opener te worden. Nou, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, dat zowel in Nederland als in Indonesië mensen worden gestimuleerd om zich te verdiepen in die periode, nieuwe dingen te zien, misschien bestaande opvattingen te nuanceren als die toch niet helemaal te blijken te kloppen. Misschien als laatste vraag, voordat we naar de zaal gaan, want u bent een voorbeeldig publiek, maar willen u ook heel duidelijk accommoderen. Hoe nu verder? Evelien en Onno, jullie hebben dit onderzoek nu gedaan. Je gaat nu ook weer verder met je andere onderzoekingen, maar je zou zeggen, wij zitten nu hier in een publieke setting. Wanneer, en zijn er misschien al plannen om
dit hele verhaal ook veel meer in Indonesië, in debat met collega's, met mensen, misschien nazaten, zoals wij hier ook zitten met ooggetuigen, maar ook met nazaten van die periode, om dat ook in Indonesië te doen. Hè? Want ik weet dat het altijd de insteek is geweest, we willen dit ook echt delen, niet alleen, wij doen dit in Nederland en dat, ja, dat was het dan een beetje. Nou, ik denk, jij noemde net Bonnie Triana, die er onder andere door zijn stuk in de NRC voor heeft gezorgd. Dat niet alleen bij mensen zoals wij hier en die hier naartoe komen, hè, belangstelling hebben voor dat onderwerp. Maar dat het veel breder in Nederland ineens tot een besef is gekomen dat het ergens over gaat. Dus dat is één ding. Maar Bonnie heeft natuurlijk ook in Indonesië een enorme rol met zijn historia, hè, omdat heel erg breed daar gebeurt echt van alles, wat onderzoek wordt gedaan. En waar ik bijvoorbeeld opgestuurd ben tijdens mijn bezoeken dan en die workshops, is dat er heel veel Indonesische jongeren zijn, ik bedoel, niet allemaal natuurlijk, net als hier ook niet allemaal, maar er zijn echt heel veel Indonesische jongeren die belangstelling hebben voor die periode en die daar onderzoek naar doen. En met wie wij ook allemaal materiaal uitwisselden, weet je wel, die op een gegeven moment aan mij vroegen van, hey, ik ben nog op zoek naar dat en dat boek, kun je dat niet ergens voor me krijgen? En dat ik dan bij boekwinkeltjes ga kijken of ik nog een exemplaar kan krijgen en dat kan sturen. Dus op die manier denk ik dat het vooral ook van persoonlijke contacten tussen onderzoekers moet afhangen. En ik zou zelf helemaal geen voorstander zijn van bovenaf opgelegde samenwerkingsverbanden. Want dat werkt niet en ik vind het ook heel bevoogdend van welke kant dan ook. Dus wat mij betreft moet het echt uit de grassroots komen en uit onderzoekers die contacten met elkaar hebben en dat verder brengen. Ja, ik hoop dat wij nog van de regio-studies in Bersiap nog naar Indonesië kunnen om met onze collega's daar ook te spreken over de resultaten. En tot nu toe, met elke contacten die we hebben gelegd, was men heel enthousiast. En ik zou het heel mooi vinden als we hierover in gesprek kunnen gaan. En wellicht dat ons boek ook misschien nog wel in het Indonesisch vertaald wordt, dat zou ook mooi zijn. Ja, verder hoop ik ook wel dat het gewoon in Nederland, het koloniale verleden, nu wat blijvend in de aandacht komt. Want dat is natuurlijk altijd toch al een ondergeschoven kind geweest. En je ziet nog steeds dat er toch wel een soort basale fouten worden gemaakt. En als men over de Indische gemeenschap in Nederland wil spreken, het heeft over de Indonesische gemeenschap, stond laatst in de Volkskrant, of over Indiërs. Nou ja, dat vind ik dan toch wel vrij frustrerend. Dan denk ik van er zijn 2 miljoen mensen met een Indische of Molukse achtergrond en dan maakt men nog steeds dat soort fouten. Dus ik denk dat daar hier ook nog wel wat zendingsarbeid Er is nog een hoop te doen. Er is nog een hoop te doen. Voor u die hier ook naar het verhaal van Jos heeft geluisterd. Jos vertelde mij dat als je een mailtje stuurt naar het Indisch Herinneringscentrum, de tekst van zijn bijdrage, dat die beschikbaar is. Dan krijg je direct al instemming, dus het eerste mailtje is al onderweg. We kunnen 2 dingen doen. Er is nog ruimte voor een enkele vraag. Daarna kunnen we wat informeel verder praten. U kunt dan ook naar de verschillende sprekers toe. U kunt wellicht een boek laten signeren. Er ligt ook 1 boek bij dat niet onderdeel uitmaakt, althans niet formeel, van dit grote onderzoek. Dat is het boek Merdeka van de 2 H's, Harry Poeze en Henk Schulte-Northolt. Wat vrij uitgebreid ingaat op ook de diversiteit als je praat over de Indonesische kant, waarbij verschillende partijen, stromingen, misschien wel hetzelfde wilden, maar wel op een hele andere manier en ook regelmatig met elkaar slaags raakten. En dat helpt ook wel om dat begrip te verrijken van dat geweld ook onderling tussen Indonesiërs in die periode. Ik ben nu helemaal afhankelijk van Lisa met haar microfoon, want u bent mij alle lief, maar ik zie u helemaal niet. Is er wellicht iemand die... Oh ja, dat is beter. Dat wordt net iets beter, Wim, ik ben hier.
Misschien is het het makkelijkst, Wim, als jij de vragen herhaalt, dan doe ik de vragen in de chat. Uitstekend. Nou. Nou, mijn opmerking is het volgende, naar aanleiding van Pasiat. Tegen meneer Jos zou ik zeggen, ik heb als 11-jarige jongen Pasiat meegemaakt en ook dat woord gehoord. Okay. Pasiat is geef acht. Zo was het na 17 augustus. En daarna was het ja. Dan wil ik een opmerking maken over het hele gevolg en oorzaak. De politiek beleid van Nederland in 1941, het Atlantisch Handvest, is ondertekend door het Londenkabinet. Elk volk heeft hetzelfde beschikbaar. Door Nederland ondertekend. Met verdriet heeft minister Suryono, de enige Indonesische politicus in het kabinet, moeten constateren dat onze koningin de 7 december reden geen woord over zelfbeschikbaarheid. In 45 op 4 oktober in het gesprek van de Plas en Hatta is dit weer verloren. 4 oktober, toen begon Basiel. Dat is de oorzaak. Waarom wordt dat niet hier genoemd? Goed. U zegt twee dingen. Ik heb het zelf meegemaakt en ik heb die term Basiap gehoord. Later werd dat Siap. En u zegt, Nederland was ook partij in het Atlantisch Handvest, waarin het zelfbeschikkingsrecht werd gegarandeerd. Dat is later allemaal verwaterd en onder tafel geschoven. Verloochend, zegt u. En waarom is dat in ons gesprek niet aan de orde gekomen? En niet om er ons heel makkelijk van af te maken, maar de vraag dan aan Eveline en Onno. Dit element, dat politieke element, mm-hmm. Is dat iets wat ergens anders door collega-onderzoekers wat uitgebreider wordt behandeld wellicht? Ja. Ja, er is een heel project dat gaat over die politiek-bestuurlijke context. En over de grens staat al zeg maar een hoofdstuk daarover, maar dat boek verschijnt later dit jaar. Dus en daar wordt het echt, en ik weet natuurlijk niet precies wat er in dat boek staat, maar ik kan me niet voorstellen dat de elementen die u net noemt, dat die daar behandeld worden. En wie zijn de hoofden? Remco Raabe en Peter Romeijn. Ja, dus Remco Raabe en Peter Romeijn. Het boek gaat dus nog komen, maar inderdaad, dat hoofdstuk in dat boek over de grens geeft al een soort van voorbespiegeling op die insteek die ook aansluit op uw opmerkingen. Dus dank daarvoor. Wil ik nog even aanvullen? Heel kort. Ik begrijp het niet, want dokter Elbio heeft dit namelijk in 88 uiteengezet. Maar daar heb ik mijn wetenschap van. Ja. Kan je nagaan, het Koninkrijk der Nederlanden, dokter Elbio, en jullie praten helemaal niet over dit. Nee, maar ja. Maar nee, het komt dus, zoals Evelien Buchheim al heeft gezegd, wij hadden het hier over wat andere elementen en dimensies. En dat politiek-bestuurlijke, dat komt in een aparte studie van de hand van Remco Raabe en Peter Romeijn. En ik kan mij inderdaad, net als Evelien, nauwelijks voorstellen dat de zaken die u nu naar voren brengt, dat die niet aan de orde komen. En we weten ook dat natuurlijk toen dokter de Jong met zijn boeken kwam, dat ook die terminologie, bepaalde terminologie zo gevoelig lag, dat, ja. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Mag Onno, jij wil nog heel even aanvullen. Ja, Lou de Jong blijft natuurlijk inderdaad wel de basis van veel historische kennis, is toch iets wat je altijd pakt. Maar om u gerust te stellen, we hebben ook een hoofdstuk waarin we ingaan op de voorgeschiedenis, het Indonesisch nationalisme en de wijze waarop de Nederlandse autoriteiten zich daar tegenover opstelden. Dus ja, dat kwam nu inderdaad volgens mij in twee woorden aan bod. Ik had het over gefnuik nationalisme, maar in ons boek is daar meer ruimte voor. Maar dat komt aan de orde, dus dat is denk ik zeker een boek wat u behalve als e-book, maar gewoon echt ook moet kopen. Misschien nog een laatste vraag voordat we naar... Ja. Nou, ik wil het hebben over 1965, want ik vind het heel erg interessant, 1965, dat daar ook aandacht komt. Ja,
die verdacht waren van communistische sympathieën. Ik heb daar een bezoek gebracht in 2005. Ik moest toestemming vragen van de militairen om op dat terrein te mogen. En het bleek dus dat zij dus helemaal niets wisten van de geschiedenis van die plek. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel, wel heel erg interessant eigenlijk. En ik ben daarin wel geïnteresseerd in hoe dat die volgorde van... Ja. Ik zie 1965 eigenlijk als het laatste staartje van de onafhankelijke, dat Indonesië na 1965 pas echt onafhankelijk werd. Dus uw vraag, uw opmerking ook, en gebaseerd op uw eigen levenservaring, dat één plek verschillende geschiedenissen kan hebben in verschillende perioden. Geschiedenis heeft zich daar dus afgespeeld. Ja, heel helder. Ik kijk toch even naar Jos. Jos, die link hè, tussen de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd, wat er uiteindelijk gebeurt in 1965, de val van president Sukarno en de opkomst van president Suharto. Hoe kijk jij, het is een gevaarlijke vraag, want je kan er zo een uur over praten, maar hoe zie jij dat verband? Is dat een oorzakelijk verband of zie je dat toch net iets anders? Ja, zelf zie ik dat als een oorzakelijk verband. Dus wat er, zeg maar, 45 was de oorzaak waarvan 65 is gebeurd. Maar goed, dat moet toch onderzocht worden. En zoals ik nu lees, is het eigenlijk zo'n lange onderzoek nog niet gebeurd. Nee. Wat nu over 65 is geschreven, is voornamelijk hoe de moorden zijn georganiseerd. En nou ja, wie zijn er tegen. Dus allemaal de politieke situatie van die tijd. En niet echt terug... gezien vanuit 45. Maar ik hoop dat het ooit onderzocht is. En ja, die Plantungan, die ken ik wel. Ja, dat was toen ook ooit een documentaire daarover verschenen, over de vrouwen, de Gerwani die toen in Plantungan zaten. Ik heb een DVD daarvan. Ja, oké. Okay. Maar er is wel een documentaire daarover. En dan ook hoe de vrouwen... Ja, Gerwani, dus Gerakan Wanita Indonesia, de Indonesische vrouwelijke beweging, is eigenlijk gerelateerd aan de PKI en de Communistische Partij. Maar die is dus eigenlijk de eerste vrouwelijke beweging in Indonesië die echt vrij en onafhankelijk waren. Ze waren bijvoorbeeld ook tegen Sukarno. Waarom? Omdat Sukarno met verschillende vrouwen zijn getrouwd. En ja, Gerwani was echt, ja. Echt voor onafhankelijke vrouwen. En nou ja, dus... Dus door 65 zijn de vrouwen dus niet meer onafhankelijk in Indonesië. En allemaal door mevrouw Suharto geleid. Ja. Waarschijnlijk moet je nog veel verder teruggaan. Want al dat geweld heeft natuurlijk ook zijn wortels in die hele koloniale overheersing. Ja, ja, dus ja. Dus bij 45 beginnen is misschien nog te... Ja. Er komen hier allemaal spontaan en ook wel begrijpelijk... ideeën over toekomstig onderzoek. Ik denk dat die epiloog van Hilmar Fahri daar ook heel duidelijke aanknopingspunten voor geeft. Mag ik voor nu, want we zijn nog lang niet uitgesproken, maar misschien voor vanmiddag officieel bijna weer wel, een applaus voor Evelien Bugijn, Onno Sinke en Jos Libisona. Is er misschien nog een laatste vraag uit de chat? Mm. Ja, niet uit het publiek, maar wel uit de chat, want het zou wat... Want uit de zaal nog de ruimte geven om een vraag te stellen. Ja, hiervoor. Als alle onderzoeken zijn afgerond, als alle boeken zijn geschreven... en door veel mensen hopelijk zijn gelezen... worden nou de geschiedenisboeken van de scholieren ook veranderd? Dat is wel te hopen. Dat is wel te hopen, want ik denk dat het onderwijs echt een van de zwakke schakels is die we hier in Nederland hebben, onder andere over deze geschiedenis. En dat wordt wel langzaam echt tijd dat daar ook iets gebeurt, ja. Nou, ik beloof sowieso alleen maar dingen voor mezelf. Maar ik kan dat ook niet beloven, want wat er in schoolboeken verschijnt, daar gaan wij als onderzoekers helemaal niet over. Dat ligt echt...
Ja. Nou, mag ik daar iets over zeggen? De vorige staatssecretaris heeft een commissie ingesteld. U zult misschien wel denken, alweer een commissie. Ja. Maar die tot taak heeft om de geschiedenis van Nederlands-Indië, Indonesië, om na te denken over hoe dat beter over het voetlicht kan worden gebracht, hoe dat beter wortels kan krijgen in het onderwijs. Daar zitten ook mensen uit het onderwijs in en een aantal onderzoekers, zoals Esther Captain, zoals Frieder Stijlen, Arjuna Kamadotti zit daarin, nog wat andere mensen. Dus dat is wel een commissie en weet u, het is natuurlijk uiteindelijk aan de politiek om daar wat mee te doen en dat krijgt komen er richtlijnen en dat moet dan weer vertaald worden. Dus er zit altijd wel vertraging in. Het gaat nooit snel genoeg. Maar het lijkt erop dat we in de afgelopen jaren wel een soort van kantelpunt hebben bereikt waar het nooit meer zo kan zijn zoals het nu is. Dus dat geeft wel een vorm van hoop. En daar kunnen we straks in het informele gedeelte nog verder over spreken. Maar ik wilde jullie ontzettend bedanken voor jullie mooie, indringende en ook inspirerende bijdrage. En ik wil nu graag het woord overgeven aan Maureen Healy van het comité 4-5 mei Zuidoost. Een van de andere partners in dit mooie verhaal van de Indië-lezing. Goedemiddag. Dankjewel, dat heb je al voor me gedaan. Namens het 4 en 5 mei comité Amsterdam Zuidoost sta ik hier om een aantal mensen te bedanken. Allereerst wil ik mijn collega, bestuurslid Janneke Roos, bedanken. Die is heel ziek thuis. Jammer genoeg geen corona, maar je kan allerlei andere virussen nog oplopen deze dagen. Janneke die is altijd heel inspirerend in deze lezing. Zij is echt de motor achter dit wat hier plaatsvindt elke dag, elk jaar. En Janneke, als je kijkt, beterschap. En dank voor je inzet. Ik denk dat we een hele mooie middag hier gehad hebben, mede door jouw inspanningen. Janneke was onze voorzitter. Zij is nu voorzitter af, maar ze blijft adviseur voor de Indië-lezing. Heel belangrijk. Dank je Yvonne van Genuchten van het IAC. Ook heel prettig samenwerken. Ik doe dit nu al 2 jaartjes, denk ik. En heel prettig om met jullie samen te werken. En Lisa Aarsen, Julia Patopang, als ik dat goed zeg. Het team van IAC is ook altijd heel betrokken. Onze eigen mensen. Otto Middelkoop zit in de zijflanken en ondersteunt ons. Hij is medebestuurslid. Hans Moren zit in het buitenland. Die is nu onze voorzitter. We hebben wat nieuwe bestuursleden. Angelique Hoogmoed. Wilken Veen. Ik wil hem van Veen. Wilken Veen. En we hebben een belangrijke mevrouw penningmeester. Dat is Miranda Broekhuizen. Dit zijn allemaal mensen die meehelpen aan zo'n middag. In meerdere en mindere mate. Dank jullie allemaal voor het aanwezig zijn en je bijdrage leveren. En de opa heel erg bedankt. Marijke Troelstra, die moest al weg. Onze zaalwacht, ik ben zijn naam ook weer kwijt. De heren van de techniek wil ik graag bedanken. Die zijn heel belangrijk. En Harto Sumadi Harjo en Marielle Kransi. Harto is een jeugdvriend van me, hoor. Hij is niet alleen via John Leerdam hier. Maar Anna Makkalooi. Anna Makkalooi. Oh, sorry. Ik haal jullie door elkaar. Anna Makkalooi. Excuses, Anna. Dank jullie allemaal. En tot volgend jaar. Zeg het voort. De livestream is hierna ook nog te zien op verschillende plekken. De website van het 4 en 5 mei comité. 4 en 5 mei Amsterdam Zuidoost.nl. Via de OBA mogelijk, via IHC ook, denk ik. En via YouTube.
bedankt. Wij gaan straks in foyer nog verder napraten. En tot ziens.